Reconnecting. connecting. You right on time. Connected. Ja, is ik nog aan het connecten. Ja, zijn we geconnected? Connected. Ja, is ik nog aan het connecten. Ja, zijn we geconnected? Ah, ja. Connected. We zijn geconnected. Okay. Ja, zijn we geconnected? Connected. We zijn geconnected. Connected. 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 We zijn geconnected. Verbinden. Connection. Connected. Alright. Dat is leuk. Goedemiddag, beste luisteraars. We zijn er weer. Ja, dat klopt. En een beren, af, is het van? Berensterke show. Ja. Berengezellig ook. En vandaag is gewoon teruggeworpen op onszelf met onze drietjes. Gezellig, helemaal geen gasten. Dus, ja, dat is weer redelijk uitzonderlijk. Meestal hebben we wel een gast... Ja, maar niet altijd. Die je soms hoort en soms ook niet hoort. Denk ja, een beetje van de gast af. Maar het is wel fijn, want nu hebben wij weer wat meer ruimte voor onze eigen gedachten. Ja, dan hoeven we niks af te raffelen, omdat iedereen zit van sneller. Dus dat inderdaad was heel fijn. Eigen gedachten eerst. Zo is het. Eens even kijken hoor. Ja, goed, dan maar toch maar aftrappen zoals gewoonlijk. Hè. Niks bijzonders of zo. Welkom praattafelfans, alle streamers, vrienden in onze Discord-chat en de podcastfans. Het is 9 september 2024 in het coronascene en dit is de 198ste praattafel. Welkom aan de praattafel. Wekelijkse afspraken voor goed gesprek. Met Isman, Mario en uw favoriete Chris. En namens mij is het van en ineens is de zomer afgelopen. De R is amper in de maand en het is nu meteen al herfst. En een hele week wordt gewoon een beetje koud. 15 graden en regen en wisselvallig. Alles weer gewoon naar een zomer waar we het maar verder niet al te veel over willen hebben. De standaard weerbericht ook was... positieve dingen is het van... Nee hoor, nee, niks ook niet. Het goed, hè? De wie? Deze maand. Het is een mosselmaand, hè? Ah, de mosselmaand. Oké. Ja. Maar het standaard weerbericht deze hele zomer was vandaag en morgen warm, maar overmorgen tegen de avond onweersbuien en daarna wisselvallig. Dus het was eigenlijk... En toch stond er in de krant dat het de warmste zomer ooit weer was op de wereldniveau. Maar ja, goed. Ja. Niet hier in elk geval. Maar namens mij in Berchem, aangehecht aan Antwerpenstad, een heel hartelijke welkom namens mij is het van Lil Ussi. En ik ben er ook weer, Mario Reget uit Rotterdam, zoals vanouds. Ik woon inderdaad in het hartje van het centrum. En het is best wel stil op het plein, want het is inderdaad geen lekker weer meer. Dat is best wel jammer. Het is ook fris. Het is, ik verlang naar de warmte, maar dat zit er gewoon voorlopig niet in. Dus ik moet de warmte maar uit deze show gaan halen. We maken er een hele warme uitzending van. Nou. En uw favoriete Chris is er ook weer bij. Trouwens, je zei eigen gedachten eerst. Het was dit weekend in Antwerpen de bevrijdingsfeest. Hè? Het is 80 jaar geleden dat Antwerpen bevrijd is door de Amerikanen. En wat hangt er daar in de lucht? Een vliegtuig van die partij waar dat Mario meestal een wc-geluidje op zit. Oh, ik begrijp al wat je bedoelt. Dat is volgens mij het Vlaams Belang. Ja. Kijk, die hebben dus een vliegtuig. Ik weet dat ze een paar jaar geleden een helikopter hadden waar daar spellingsfouten op stonden. Want ik heb toen mee die reportage moeten maken, want ik was toen nog videojournalist. En dan zo, Vlaams Belang is dat niet verkeerd gespeld in het groot op hun helikopter. Maar nu hebben ze dus een vliegtuig. En dus dat is waarschijnlijk daarom dat BDW, onze burgemeester, die Patriot-raketten in de haven wil, denk ik.
Ja, ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar in elk geval, ook jij ook. namens jou ook welkom aan tafel, maar vooruit dan. Uiteraard, ja, dat spreekt vanzelf. Ja. Alright. Hey, dan gaan we dadelijk wat nieuwsdingetjes behandelen. Dus deze week is lekker ouderwets met z'n drietjes. Eigen gedachten eerst, ja. Dus geen gasten, maar volgende week wel weer. En er worden hele boeiende gasten. Reken maar, en volgende week gaan we het ook uitgebreid hebben over de Ig Nobels. Die aanstaande donderdag weer live worden gestreamd en zo. En ja, dat is... die hebben een warm plekje in mijn hart. Dat is wetenschap waar je eerst om moet lachen, maar daarna toch op je hoofd krabt van, om na te denken, zeg maar. Hè. Ja, in het nieuws over die raketten in de haven enzovoort, wat in Rotterdam ook al zo is. En dan Only in Belgium, waarom je beter niet uitglijdt over een ananas in de groenteafdeling. Dus dat zit ontdekken we allemaal met nog meer andere dingen. Stof, we worden doorzichtig gemaakt. En een muzikant die met een zeer grote AI-project ongeveer miljoenen heeft verdiend, maar nu toch aan de schandpaal wordt genageld. Ja. Ja, in experimentaliteit en Mario ook weer deel 3 op het ISS. En dan over de Tuskegee syphilis experiment. Een bijzonder schadelijk... zwarte plek op de Amerikaanse geschiedenis, kan je het noemen. Ja. Ja. En dan nog wat andere wetenschappelijke dingetjes. En dan in pek en veren, dat is zo 10 voor 1. 50 miljoen, ja, Clearview, daar hebben we het alles over gehad. Maar die zijn nu weer een beetje in de aandacht. En dan om 1 uur gaan we quizzen. En het thema vandaag in de quiz is wat ook alweer, Chris? Wel, het is vandaag de dag van de teddybeer. Een van mijn favoriete dagen. En ja, teddyberen, hè, trivia en gedichten, alles over teddyberen. All right. Oké. Okay. Meteen daarna een blokje wetenschapsnieuws met een paar items weer aangebracht door onze Minja. En over quantum thermodynamics. En nog eens een aflevering over zwarte gaten. Want ze zijn misschien toch niet precies wat we dachten dat ze zijn. Ze zijn niet zwart, heb ik gelezen. Ja, en ook ons zwart gaat... gewoon geen kleur. Dat is het punt. Nee, inderdaad. Iets heeft een kleur als het een kleur reflecteert. En zwart reflecteert helemaal niks. Dus het heeft gewoon geen kleur. Nee, maar daar heeft Wittgenstein dan een heel boek over geschreven. Over wit en zwart. Hè? Dus, ik wist niet dat je daar een heel boek over kon schrijven. Maar Wittgenstein kon dat wel. Dus... dan in gedicht erbij een dubbelheader over teddyberen. Eentje van Annie M. G. Smit. En dan, omdat ze leuk zijn, toch nog eentje erbij van Toon Hermans. Ze zijn ook lekker kort allemaal. En dan uitsluitend en dan aan het sluitingsmoment van de show goed nieuws met een super slimme uitvinding. Een watergel en een truck die 600 kilometer kan rijden. En een ziekenhuis met uitvindingen in papier. En het klemken van Emke is dat. Dus. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Ja, en tot slot aan een goed nieuws. Een revolutionair vaccin tegen longkanker. Ja, je hoort het allemaal voor het eerst. En het is onwaarschijnlijk. Ja. Maar. Oké. Okay. Nu veet hij uit, dus... Welkom aan de praattafel. Uw wekelijkse afspraak voor een goed gesprek. De praattafel kijkt naar het nieuws door een Neder-Vlaamse bril. Wat ons opviel in het nieuws deze week. Ja. En, en die knal die is niet voor niks. Want Mario was daar net overdonderd door een nieuwsfeitje. Waar Chris mee afgekomen is. En dat is onze burgemeester hier in Antwerpen. Hij is nu nog burgemeester, maar hij wordt premier. Maar ik heb politici hier kunnen allebei blijven, dacht ik. Hè? Want je hebt sommige ministers nog... Nee, je moet kiezen of burgemeester of minister. Oh, want vroeger was dat anders, hè? Want zoals die minister van Justitie was ook burgemeester van Lier en zo, weet ik veel. Ja, maar als eerste minister denk je niet dat hij kon. Oké. Maar in elk geval, hij wil graag wat vuurwerk in de haven zetten. Want hij is bang voor Poetin, denk ik. Want wat heeft hij gedaan? Hij wil Patriots opstellen. Ja, een dure zaak ook, trouwens. Wat dan?
Ja. Een dure zaak, ten eerste. Maar ten tweede, hij wou dat al langer, blijkt. Maar ja, we zijn ook een van de grootste Europese havens ter wereld. Dus ja, misschien ja. is het eerste doelwit dat ze willen, is die haven dichtgooien. Ja, misschien is het wel nodig. Nou ja, jammer eigenlijk dat hij dat gaat doen. Vind ik wel. Maar ja. Waarom? Maar ja, Patriots hebben in onze Rotterdamse haven. Dus wat gaat Poetin dan aanvallen? Ja, maar jullie, dat was het punt dat ze in Rotterdam ook hebben. En ik denk dat als Bart gehoord heeft dat ze in Rotterdam hebben. Wij ook, wij ook, wij ook. Groeter, groeter. Ja, nee, oké. Okay. Dat kan allemaal. Ja, het is al een heel geavanceerd systeem, zo'n Patriot. Er is echt, ik heb er al zo'n itemje over gezien. Het bestaat uit veel onderdelen. Ja. Maar het werkt wel, het is een goed systeem. Ja, nog wel. Maar het helpt ook weer niet met... Je hebt, ja, nou, die hele snelle raketten, die hyper-dingen en zo... daar zal het niet tegen werken, maar het meest gangbare wel, ja. Nee, en drones? Kan het tegen drones? Want tegenwoordig zijn alle aanvallen... Ik wel. Kan drone aanvallen, hè? Alleen, het is een dure reactie, want één zo'n Patriot-raket kost geloof ik een miljoen of zo. Ja. Maar ja, je kan zo'n drone in elkaar knutselen voor 2.000-3.000 euro... Dus ja. Dat staat dan niet in verhouding. Dus dat zie je nu ook in de oorlog met Oekraïne en Rusland. Dat inderdaad peperdure raketten gebruikt worden... om gewoon hele simpele drones uit de lucht te halen. Dus dat ja, en dan zijn er meestal ineens 150 of zo. Hè, die ze, 150 ja. drones die ze sturen, ja, dat zijn 150 Patriots. Ja, en dan moet je in Israël gaan shoppen, hè, met hun Iron Dome. Want die haalden ja. toen in één nacht 300 van die dingen... die uit Iran waren afgestuurd. Maar niet allemaal Patriots, hè? Ja. Nee. Ja. Die hebben hun eigen systeem, de Iron Dome. Ja. Ja, ja. Maar dat is dus ook de toekomst, waar men ook zwaar op inzet. Dat is lasers, het tracken is nu nog het probleem. Maar je kan een puls sturen van... een enorme puls sturen die dus echt maar zo'n drone volledig ontregelt... waardoor die ergens gewoon ergens instort en niet meer functioneel is. Ja. Ja, en dan heb je geen peperdure raketten meer nodig. Want één zo'n powerpoint, dat is tientjeswerk... één zo'n lichtflits uit een laser... Ja, maar je hebt ook de EMP, hè, de electromagnetic pulse. Dan laten ze een bom op ongeveer 5 of 10 kilometer om laten ontploffen. En die produceert een waanzinnige elektromagnetische puls... waardoor gelijk alle communicatie en je wasmachine en je magnetron ontploft en zo... Ja, maar ja, die Patriots die zijn al meteen achterhaald. Want let op de boerenvestnik. Oftewel de stormvogel. Een door kernenergie aangedreven kruisraket. Die kan worden uitgerust met een kernkop. En dat is natuurlijk een product van onze Russische vrienden. En volgens Poetin kan dat ding ieder modern raketschild ontwijken. En het bijzondere aan dat ding is dat hij dus een kernreactor aan boord heeft... die dan weer een elektromotor aandrijft. Dus het is wel een elektrische ventilator, maar op kern. En die kan dus uren en dagen blijven gaan en cirkelen... en dingen ontwijken enzovoort allemaal en helemaal autonoom. En bovendien, die was al een jaar of 5, 6 geleden aangekondigd. Maar er heeft heel veel hobbels en builen. En er zijn er een paar ontploft. En heel veel dooien gevallen. Dat was nogal wat. Maar nu zijn ze begonnen met het aanleggen van lanceerbasissen voor die dingen. En zo. Een soort kruisraket is dat. Okay. Maar de boerenvestnik. Dus. Dat is. Dan zijn we meteen weer liggen we achter op die mannen daar. Ja, maar het is wel zo dat ze heel veel zeggen... en dat niet alles klopt wat ze zeggen. Dus, nee. Maar wie zal het zeggen? Met name die wapens met extreme snelheden... dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Ja, zeker. Want die zijn inderdaad niet te stoppen. En als dat zo snel gaat... en inderdaad, als ze dan ook nog gewoon kunnen circuleren ergens boven... en ze zijn niet uit te schakelen, dan is er inderdaad wel een probleem. Ja. Maar dat geldt eigenlijk ook voor alles. Kijk eens hoe nu de Noordzee bewaakt wordt met schepen en dergelijke. Want ja, je kan een compleet half Europa ontregelen... door een diepzeekabel door te knippen... waar het internet mee aangesloten wordt op Europa, om maar eens wat te noemen. Er zijn natuurlijk wel meer van die kabels, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dat is nu dus, een actief probleem, hè. Met, inderdaad. Ja. Want, dat internet zou eerst een soort... dat is eigenlijk ontwikkeld als een systeem van... dus een netwerk in de zin van... het idee was als er dan ergens een bom viel op één netwerkding... dan zoekt je bericht vanzelf een ander netwerk. Dus het was eigenlijk... ontwikkeld tegen. Maar intussen nu met onze onderzeekabels is het weer andersom. Want nu zijn we weer supergevoelig voor... dus het originele effect ervan is een beetje nu weer teniet gedaan... door de manier waarop wij ons bekabeld hebben. Zeker. Maar we hebben natuurlijk Starlink van Elon Musk... die dus via de hemel zeg maar ons van internet kan voorzien... Maar dat, wie weet, het is wel van Elon Musk. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als het internet eruit ligt... en we zijn daarop aangewezen dat hij zal zeggen... ja, kan je krijgen, maar dan moet je wel op Trump stemmen... want ik ben voor Trump tegenwoordig. Ja. En ook een beetje voor Poetin eigenlijk de laatste tijden. Ja, ik vind het wel een griezelige ontwikkeling allemaal... dat er zoveel macht bij één persoon ligt. Dat moet eigenlijk totaal niet kunnen. Nee. Ja, en de Amerikanen zijn ook al een tijdje aan het knoeien... met die hyperraketten die tot 5 keer de snelheid van het geluid... maar dat wil maar nog precies niet lukken of zo. Ik weet niet eens of dat de Boeing is of zo. Hey, in België moet je er vooral niet uitglijden... over een brok ananas in de groenteafdeling. ik heb daar wel mijn vragen bij, hoor. Wanneer glij je uit over een ananas? Dan moet je wel serieus grote schoenen aan. Nou ja, of een banaan of een alles en zo. Ja, het gaat meer over de groenten. Dus als je in de groenteafdeling over een stuk groenten struikelt... in de fruitafdeling over een stuk fruit... dan moet de verzekeraar van de winkel jouw schade niet vergoeden. Val je over datzelfde stuk fruit in een andere afdeling... dan krijg je wel een schadevergoeding. Het is heel Belgisch. Ja, groentenrestenarrest is dat. En dat wordt uitgelegd. Geweldig. Ja, als je dus in de groenteafdeling komt... dan moet je er rekening mee houden dat daar groenten op grond liggen. En dan moet je gewoon maar extra voorzichtig zijn... en zeker niet vallen en je heup breken en dat soort dingen. Want anders, je wordt wel opgenomen en beter gemaakt... maar je krijgt geen schadevergoeding of zo. Dat, Nee. Ja, dat is heel bizar natuurlijk, eigenlijk. Dat klinkt als... eigenlijk een hele raar soort... In het verleden hadden we soms hele rare wetjes... die dan één specifiek ding anders maakten dan anders. Maar over het algemeen is alles redelijk uitontwikkeld, het rechtssysteem. Maar hier en daar heb je nog wat restanten van oude tijden, zoals dit dus. Ja. Ja. Nou ja, goed, prima, maar vreemd. Het groentenrestenarrest is volgens de VRT-website... dateert van 6 maart 81. Een mevrouw was in de Elhesse uitgegleden over groenteafval... in de afdeling groente en fruit. Ze trok naar de rechtbank en die besliste toen... dat de supermarkt niet aansprakelijk was... omdat de klant viel op een plaats waar de kans bestond... dat een stuk groente of fruit op de grond kan liggen. Dus de supermarkt kan niet worden... Ja. Aansprakelijk gesteld als een... Ja, dus ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Misschien moeten we daar ooit Jaap Spicht eens over. Onze rechtsexpert in Nederland. Ja. Heel grappig, ja. Maar ja, goed, als het werkt, werkt het. Maar inderdaad, uitglijden over een ananas... Nee, dat een bananenschil, dat zou nog kunnen. Of je hebt hele grote voeten, dan kan je echt uitglijden over een ananas. Ja. Mm-hmm. Het verschil tussen de Belgische supermarkten en de Nederlandse is ook het statiegeld. Hè? Het geld op blikjes en flessen. Ja, en momenteel zijn er... jullie hebben statiegeld en wij dus niet. Dat is het grote verschil. En nu zijn er een heleboel mensen op YouTube die... De Nederlandse blikjes die ze in België kopen, die goedkoper zijn... omdat er geen statiegeld is, in Nederland gaan binnenbrengen. Ja. En dat is vooral met water. En dan verdienen ze daar nog op. Dan hebben ze gratis water en nog wat extra geld over. Mm-hmm. Nou, je krijgt hier wel statiegeld op bierflesjes. Als je zo duvelflesjes... Ja, maar er staat een logo op, hè?
Ja, ja, bij Albert Heijn vooral. Dus bij Albert Heijn staat dat logo ook met de, op de flesjes die ze in België verkopen. Hè, want ze doen maar één druk voor de verpakking. Dus de mensen gaan met die flesjes naar Nederland en verdienen daar... Oh, dat kan. Want er is dus nu een soort relletje uitgebroken... omdat mensen blikjes over de grens halen... en denken dat ze dat bij ons in de automaat kunnen gooien... Maar op zo'n blikje of flesje moet een bepaald logo staan... waarop staat dat hij gerecycled en dat er statiegeld op staat. En als dat er niet op staat, krijg je ook niks. Ja, en dat is bij de Albert Heijn flesjes staat dat er wel op in België. Ja, klaarblijkelijk. Maar we hebben een bijkomend probleem in Nederland. Want nu gaat het inzamelen redelijk. Alleen nog steeds niet die 90%. We zitten op 65% nu. Maar je hebt heel veel overlast van ten eerste zwervers... Die gewoon hele prullenbakken leegtrekken en de boel niet opruimen. Dus dat is vervelend. En ten tweede is het zo, als ik zelf blikjes inlever... dan moet ik dat vroeg in de ochtend doen of het begin van de middag. Want als ik dat 's avonds doe, dan heb ik een hele goede kans... dat er een soort zwerver staat met twee Como-zakken... die anderhalf uur die blikjes gaat er doorheen douwen. Dus dan kan je gewoon je dingen weer mee naar huis nemen, je flesjes. Want dat gaat niet lukken dan. Ja. Dat is lastig. Of je flesjes aan die zwerver geven, dat is ook een optie. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar ja, dan moet hij wel voortaan opruimen. En dat doet hij dus niet. Ja, dan krijg je die tafereelen zoals in Amerika... waar je dan zag je ook daklozen met zo'n winkelkarretje... en een enorme berg zakken blikjes. Ja, maar ja, dat was in elk geval inkomsten voor hun. Maar gisteren in de Telegraaf... wachtrijen, kapotte automaten en ergernis. Supermarkten, horendol van massa lege blikjes. Lange wachtrijen voor de statiegeldautomaat. Irritatie tussen klanten. Limonade of cola die in de machine druipt, waardoor die op tilt slaat. Maar ja, het zijn natuurlijk wel kinderziekten, want er moeten veel meer van die dingen komen. Kijk, het punt is, ik begrijp dat ook wel. Als je een blikje water koopt of een flesje water. En je gaat daar naar de stad in en je water is op. Waar laat je dan je lege flesje? Die moet je dan meezeulen totdat je weer een keer in de supermarkt komt. Dus die inleverpunten die moeten veel meer zijn. En dan gaat het denk ik wel werken. En daar zetten ze ook op in. Maar in de tussentijd is dat dus lastig. En ze moeten inderdaad ook die prullenbakken enigszins aanpassen. En dat geldt niet trouwens alleen voor zwervers, maar ook voor meeuwen. Ik woon aan de markt en als je kijkt, die trekken complete vuilnisbakken leeg, die meeuwen, om maar ergens iets te vreten te kunnen vinden. Ja. Dus ja, en ze pikken gewoon, en als er dus losse zakken zijn, die pikken ze gewoon open. Dus ja, lastig. Ja. Dus. Ja, over het meeuwenprobleem had ik een paar weken geleden... waren we hier op een evenement en daar was de Belgisch kampioen meeuwschreeuwen. Oh ja. Maar die man die wist me te vertellen dat... Want die meeuwen zijn een beschermde diersoort. Hè, dus ze zijn een plaag tegelijk, maar ze kunnen er niks aan doen... want het is een beschermde diersoort. En wat hij zegt is dat ze meeuwen zijn zich aan het verplaatsen... van de kust naar de grote steden, want hier hebben ze meer voedsel en meer... Ja, natuurlijk. Ja. En dus, je vindt ook bitter weinig ratten in de natuur. Dan moet je echt in een stad zijn. Ja, nu hadden wij hier een aantal jaren geleden in de straat ook meeuwenplagen. Echt erg. Mm-hmm. Ook omdat er een school is over mij met een grote koer... waar dat kindjes eten en dan naar huis gaan en eten achterlaten. Dus enorm veel meeuwen. Maar ze pakken wel die nesten weg, hè. Ja. Dat is dat aan het werken. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Oh, ja. Ja, het tweede is dat ze die voeders strooien... waardoor dat de meeuwen impotent worden. Mm-hmm. Ja. Ja, niet meer vruchtbaar, want ze kunnen al wel neuken. Ja. Maar het heeft geen zin meer, omdat geen bevruchting komt. En inderdaad, wat je zegt, eieren schudden. Dus dan gaan ze naar de nesten en dan rammelen ze een paar keer met zo'n ei... en dan wordt het gewoon een doodgeboren... Dan stopt het gewoon. Een klutsei. En dat doen ze trouwens ook met duiven. Ja. Ja. En wat je ook in Rotterdam ziet, en dat vind ik wel heel naar... je ziet buiten gewoon veel... duiven met missende tenen, soms hele poten die ze niet hebben. Met heel veel letsel aan de poten eigenlijk. En heb ik ook ik heb dat ook echt geprobeerd uit te zoeken. Men doet daar heel geheimzinnig over. Maar men denkt dat komt doordat eigenaren van grote gebouwen... stiekem
lijmstokken gebruiken om bij de duivenoverlast. Dus dat houdt in. Er zit een soort superlijm op en een duif landt daarop en komt gewoon niet meer los. Tenzij die gewoon de boel los scheurt. En dat is natuurlijk heel naar als je er goed over nadenkt. Mm. Dus dat vind ik wel raar, jammer, eigenlijk. Als je van een duif afvult, dat je die gewoon vastplakt tegen je gevel. Dat is een beetje raar, vind ik. Ja, nou, maar, ja, maar dan, op een dak gaat, en, dan sterft hij natuurlijk, hè, na verloop van tijd. Ja. Maar een van de redenen, wij woonden eerst aan de Pelikaanstraat aan het station in Antwerpen. En een van de redenen waarom we vertrokken is omdat er ook een meeuwenplaag was. En dag en nacht werd daar geschreeuw. Want wat ze doen is namelijk, hun jeugd willen ze opwekken om ook te gaan vliegen. Zo van, kom op, sla je vleugels uit, de vlieg en zo. En daarom zijn ze zo herrie aan het maken. Maar ons probleem was, wat die nesten die waren op de daken van al die diamantbeurzen en centra. En ze kregen nauwelijks toestemming. Ja, dat was gewoon haast niet mogelijk om dat dak op te gaan. Dus op een gegeven moment zeiden we van, want dat gaat dag en nacht ging dat door. Joh. Het was in het begin wel een beetje charmant, zo dat havengevoel. En ja, bizar, hè? Ja, gaaf. Hey, de onzichtbare man komt weer een stuk dichterbij. Want wetenschappers ontdekken een stof die de huid doorzichtig maakt. Een briljante vondst, wordt er gezegd. Dus ik zie ineens allemaal beelden uit een soort Mad Max-achtige fantasiefilm middenkort. Met allemaal mensen die met doorzichtige huid over straat lopen. Nou ja, het is wel zo. Het is wel zo, je kan zeg maar ongeveer een centimeter diep komen. Dus het zal niet, we zullen geen mensen zien waarbij je het hart en de organen ziet zitten. Nee, nee. Maar wel het spierstelsel, want je opperhuid bestaat uit 5 laagjes overigens. Maar die zou je doorzichtig kunnen maken. Dus dan zie je zo'n spier gebeuren. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. Voor een bodybuilder moet dat wel knap zijn. Als je bodybuilder bent, moet dat wel knap zijn. Ja, dat lijkt me heel bizar. Maar ik ken die stof, tartrazine. Dat is een azo-kleurstof. Die gebruik ik ook wel eens bij het kleuren van preparaten. En normaal wordt dan alles geel. Maar hoe werkt het nou bij dit gebeuren, die kleurstof? Dat trekt de huid in en het absorbeert het licht in de waterige delen van het lichaam. Wat gebeurt er dan? Waarom kunnen we niet er doorheen kijken? Omdat je zit met verschillen in brekingsindex. Denk maar aan een glas water. Als je daar een rietje in douwt en je kijkt daarnaar, dan zie je dat die op de waterspiegel dat het rietje een knik maakt. Dat betekent dat het water een andere brekingsindex heeft dan de lucht. En wat die tartrazine doet, die maakt eigenlijk alles. Die heft die als het ware die brekingsindex op. Alles, en dan wordt het uiteindelijk enigszins transparant, waardoor je dus tot een centimeter diep dingen kan zien. Dat is natuurlijk heel gaaf eigenlijk. En voor de medische wetenschap is het ook heel boeiend, want je kan dan fundamenteel onderzoek doen aan proefdieren, zoals de knockoutmuis en noem het maar op. Ja. De wat? Dus het is de knockoutmuis, dat is de muis waar je... Ik had er gewoon eentje van Trust, een muis hier, de Bluetooth-muis. Okay. Maar wat is nou weer een knockoutmuis? Een knockoutmuis, die koop je als je onderzoek wil doen. Want dat zijn muizen die worden speciaal gekweekt in een steriele omgeving, waarbij dus het immuunsysteem platgelegd is. Dus je koopt dus muizen zonder een immuunsysteem. Dus als je iets wil ontdekken van, kan dat mogelijk kanker veroorzaken, dan smeer je dat bij die muis in, of je voedt het, of je zorgt dat die muis dat het niet nog heeft. En die gaat dan ook gelijk tumoren ontwikkelen. En zo kan je ze bestuderen. Zou die echt een immuunsysteem hebben, dan moet dat eerst getackled worden, begrijp je? Ja, ja. Dus knockoutmuizen, dat is waar ze ook die nare proeven met cosmetica doen. Als ze willen zien of er allergische reacties zijn. Dat is dus de knockoutmuis. In de theorie van mensen die steeds opnieuw worden geboren, hoe is dat ook alweer? Dat is die Tibetaanse... Steeds opnieuw? Ja, dus dat je opnieuw geboren wordt. Reïncarnatietheorie. Dat zijn dus eigenlijk zielen die enorme straffen hebben gekregen. Want die worden dan geboren als knockoutmuis of zo. Als een knockoutmuis. Dan loop je korte leven loop je dan met allerlei afschuwelijke dingen in je loop je dan rond. Ja, ik zal blij zijn als die hele proefdierbusiness gaat stoppen.
wordt wel steeds minder, want ze vinden steeds meer, ook dankzij AI, modellen waarbij je zeg maar toch onderzoek kan doen zonder dat je zeg maar die proefdieren nodig hebt. Maar voor echt levensbedreigende toestanden en zo, voor de mens, zullen ze altijd wel dat soort dieren blijven gebruiken. Maar dat is dan het enige. Ja. Want inderdaad, voor cosmetica en zo is het absoluut flauwekul natuurlijk. Nee, want ik kan me nog... Dat filmpje niet gezien van Elon Musk, die op zijn eiland, waar het hem die raketten afschiet, kregen ze van de dierenbescherming... Ja, de zeehonden die daar leven, krijgen stress. En om dat te testen, hebben ze een zeehond gevangen... En die vastgezet met een koptelefoon, waar dat geluid van die raketten constant doorgaat, om te zien hoe dat beestje stress krijgt. Mm. Oké. Okay. En? Vertelde hij al lachend. Mm. Ja, dat viel nogal mee eigenlijk, Zetem. Ze hadden dus zelf een zeehond gevangen, die vastgebonden met een koptelefoon, en die te dan beelden zien, hè, dat het ook echt waar was. Ja. Ja. En dan zei ja, de stresslevels vielen wel mee, maar ik denk, oh, garme dat diertje. Ja. Nou, wat je ziet is, nu hebben wij weer een onderzoek. Er is een walvisstelling geweest in de Noordzee, in Nederland. En zeg maar ook waar de bultruggen voorkomen. Dat is een klein walvisje wat vaak te zien is. Ook in de Oostvaardersplassen, en noem het maar op. En dat is dramatisch. Er is een enorme terugval van de populatie. En men denkt dat dat ook komt. Kijk, niet alleen is de Noordzee de meest drukst bevaarde zee ter wereld. Maar ook het aanleggen van de windparken en de kalerenherrie die dat in de zee veroorzaakt, zorgt dat ze slecht met elkaar kunnen communiceren. Wow. En als derde is het ook nog eens grotendeels leeggetrokken door de visvaart. Dus er is het ook steeds minder te vreten. Dus dat laat inderdaad precies zien wat wij de natuur aanrichten. Dus dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak gewoon. Mm. Ja. Hey. Ja, dat is een super kwalijke zaak. Wat wou ik zeggen? Trouwens, over raketten. Want Elon Musk is druk bezig. Er is zo'n schattig filmpje op Facebook te zien, waarin alle raketlanceringen zo heel versneld over de jaren heen. En ja, hij wil eigenlijk toe naar een systeem waarbij ze elke dag 2, 3... en vooral van die hele grote nieuwe, die supergrote raketten lanceren. Ja. Maar van de week zag ik een filmpje over Jeff Bezos. Die heeft Blue Origin. Ja. Dat is dus een concurrent van SpaceX. Die is ook druk bezig. En die heeft tot nu toe eigenlijk zo toeristische vluchtjes gemaakt. Dus met een capsule kon je dan omhoog. En dan had je zo 2, 3 minuten gewichtloos. Ja. En dan weer terug op aarde. Maar de opvolger, dat is de New Glenn. Die is zo mogelijk nog groter als die raket van Elon Musk. En die in oktober zal de eerste de lucht in moeten gaan. Ik zal een link delen. Dat is, mijn mond zakt daar open. Als je ziet, die heeft een nog grotere fabriek met nog grotere dingen. Die raket is nog monsterlijk groter. Ook een doorsnede van 9,5 meter. Moet je eens indenken. Een ronde cirkel. Ja. Dat is echt beyond absurd. Ja. En hij doet dan een persoonlijke rondleiding daar. En hij loopt daar als een heel vrolijk, happy mannetje rond. En van, en hier doen we dit en hier doen we dat. En zus en zo en zo. Ja. Maar die wil ook uiteindelijk toe naar ongeveer 1 lancering per dag met die dingen. En die komen ook weer terug. Ja. Dus de eerste trap die komt ook altijd weer terug. Dus dat is recyclen, dat wordt daar gewoon. En die is eigenlijk op een kilometer of 5, 6 afstand van de lanceerplek van SpaceX. Dat is allemaal daar in Florida, op Cape Canaveral. Ja, dat is waanzin wat eraan zit te komen. Want die wil ook gewoon vrachtvervoer naar... Want hij zegt, het grootste probleem met de ruimtevaart tot nu toe is de prijs. Gewoon wat je betaalt per kilo. Want bij de NASA zat het ongeveer op $5,500 per kilo. Wat je omhoog moet brengen. En we hebben het over vrachten van 100 ton en 120 ton in een baan om de aarde te brengen. Dat ze ermee wegkomen, want het is nu al zo dat er steeds meer een trend is dat je eigenlijk gaat betalen voor je eigen CO2-uitstoot. Mm-hmm. Ja, en dan als je dat dan ook doortrekt naar dit soort dingen, dan gaat dat onbetaalbaar worden natuurlijk.
Ja. Lijkt mij. Ik denk dat ze daar vrijstelling van hebben of zo. Ja, de New Glenn. Oké. Heet die raket. Ja, toch boeiend om te zien, de Everyday Astronaut. Maar die gast die die videoblogs maakt, die doet dat heel tof. En die is ook heel populair in die kringen en die komt overal binnen. Maar die is wel door Musk uitgenodigd om op de eerste vlucht van hun star-ding... van die grote raket om de maan heen, mag hij mee. Dus dat is toch wel knap, hoor. Een hele toffe gast is dat trouwens. Ja. Yes. Trouwens, de Boeing bij ISS die is eindelijk terug naar de aarde. Ja, ja. Is gelukt inderdaad. Zonder die twee die tot in februari moeten blijven. Ja. Het probleem was omdat ze die leeg gingen terugsturen naar de aarde. Hè, omdat er enorm veel problemen mee waren. Maar er zit een veiligheid. En de veiligheid is dat die Boeing zonder personen in dat toestel niet lost. Dat is de veiligheid dat die niet zou vertrekken zonder personen. Hè. Dat hadden ze ingebouwd. Mm. En dan moesten ze dus eerst omzeilen voordat ze die konden terugsturen leeg. Ah ja. Ah, oké. Okay. Ja, wauw. Ja. Het is inderdaad... je ziet inderdaad... de mens is zich echt aan het voorbereiden voor grote dingen. Voor Mars met name. Dus ik vind het heel spannend. Maar die Boeing... die testen. Die terugkeer was trouwens ook niet helemaal foutloos. En nu moeten ze dat ding dus helemaal uit elkaar schroeven. En op zoek gaan naar wat er allemaal mis was. Dus Boeing zit echt zwaar in de problemen. Want dit gaat weer een jaar of twee uitstel geven met die Starliner van hun. En, heb je ook dat filmpje gezien? Dat de astronauten omriepen naar de aarde terug van... ja, nu maakt die Boeing een pulsend geluid. Ja. Waarvan dat ze niet wisten van waar dat komt. Een pulsend geluid. Oké. Okay. Puls. Puls. Ja. Kan dit kwaad? En van de aarde kregen ze van... we zullen er eens over vergaderen. Ze zaten ondertussen in angst. Van, wat gebeurt er hier? Kan dat kwaad? Ja, we zullen het eens overleggen beneden. Ja. Maar er komt rook uit de wand. Joh, na het eten gaan we daarmee verder. Ja, vreselijk. Hè. Je bent zo kwetsbaar in zo'n ding. En, doodgriezelig. Ja, precies. Als je kijkt naar de begintijd van de bemande ruimtevaart... toen hadden al die dingen allemaal zo'n raketje bovenop zitten... dat als het helemaal fout ging, dan kon je nog met je capsule met zo'n raketje... en dan had je net als een schietstoel van een straaljager... heb je dan eigenlijk de mogelijkheid om in ieder geval het stijgen... Maar dat hebben ze nog, hoor. Op een of andere manier. Dat hebben ze nog, hoor. Die van SpaceX ook. Dat is verplicht voor alle bemande... want die dingen worden dan ook apart getest, dus zonder raket. Oké. Okay. Ja, want dat was bij... Maar het is niet meer zo'n raketje met wat je... Je ziet het niet meer in ieder geval. Het is meer onzichtbaar geworden, zeg maar. Ja. Ja, het zijn nu ingebouwde, want die thrusters die zijn veel sterker. Maar die van Musk ook, dat kan je zien op internet. Die is uitgebreid getest tot 4 keer. En dan zonder de raket, dus dan lanceerde gewoon alleen de capsule in zijn geheel. Die wordt dan gelanceerd en tot een kilometer of zo hoog gaat hij dan. En dan komt hij aan de parachute. Ja, dat is verplicht. En bij Musk hebben ze ook nog een tweede ontsnappingssysteem. Dat als ze nog niet in de raket zitten, er hangt een hele lange kabel aan die toren die naast de raket staat. En met een soort glijbaan. Ja, abzeilen. Wauw. Maar. Ja, zeker weten. En we blijven een beetje in de ruimtesfeer, want we gaan door naar de experimental literatuur. Mario duikt in de wereld van experimentaliteiten. Ja, ik heb inderdaad weer een verhaaltje over experimenten die de mensheid een beetje vooruit hebben geholpen. Maar die zijn niet allemaal even moreel acceptabel. Want ethisch. Ethisch kon dat eigenlijk, sommigen niet. Maar het heeft wel inzicht opgeleverd. Als je bijvoorbeeld kijkt tussen 1955 en 1970... had je een dokter, Saul Krugman, en die had een aantal collega's... en die injecteerde gehandicapte kinderen met hepatitis A.
En dit besmettelijke virus, dat onder andere geelzucht, maagpijn, vermoeidheid en verminderde eetlust veroorzaakt, werd bij maar liefst 60 kinderen bewust ingespoten. Hij had zelfs de toestemming van de ouders gekregen door te zeggen dat ze met dit experiment hun kinderen voor de rest van hun leven immuun zouden kunnen maken. Okay. Maar wat hij eigenlijk wilde, is hij wilde het verschil tussen hepatitis A en hepatitis B ontdekken. Mm. Want die twee types waren er, maar men wist niet wat het precies verschil was. En hoewel dat natuurlijk heel natuurlijk en niet echt een beetje eigenlijk wel onmenselijk was, heeft het wel veel betekend voor de medische wetenschap, want het verschil tussen A en B werd ontdekt en er werd dus inderdaad een vaccin gevonden voor hepatitis B. Nou, dat is dus een positief. Wat nog veel verder gaat, dat is het Tuskegee experiment. Tuskegee. Dat is een Tuskegee. Ja. Tuskegee. Oké. Okay. Ja. Maar dat is een experiment op mensen om onderzoek te doen naar onbehandelde syfilis. Nou, syfilis, dat weten de meeste mensen wel, is een hele nare ziekte. Dat werkt neurodegeneratief. Je kan er uiteindelijk aan doodgaan. En het is eigenlijk een vreselijke ziekte. Echt, invaliderend. Maar dit is dus te bizar voor woorden. Dat experiment vond plaats tussen 1932 en 1972 in Alabama. En dat werd uitgevoerd op minstens 600 zwarte boeren van lage komaf. Was dit nou wetenschappelijk onderzoek of zaten er racistische elementen aan dit onderzoek vast? Nou, wat deden ze? Het start in 32. Er was nog geen afdoende behandeling voor syfilis. Dat is natuurlijk een geslachtsziekte. Je loopt het op door seks, door onbeschermde seks. En in een poging een geneesmiddel te vinden begon het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid daarom een samenwerking met de Tuskegee Onderzoek Instituut om te kijken hoe onbehandelde syfilis zich ontwikkelde. Nou, dus die proefpersonen, dat waren eenvoudige zwarte boeren van lage komaf en met beloftes voor gratis medische zorg. Iets wat sommigen nog nooit hadden kunnen betalen. En warme maaltijden na iedere onderzoek hadden ze ineens een hele hoop mensen die zich daarvoor aanmelden. Nou, in 1934 worden dan de eerste artikelen gepubliceerd, want het was in 32 begonnen. En in 36 werd er een paper uitgebracht waar dus de behandelde mannen werden gevolgd. Nou, die studie werd behoorlijk bekritiseerd, omdat het dus niet bekend was dat de mannen werden behandeld. Sommige lokale artsen vroegen assistentie bij de studie, maar niet om de mannen te behandelen. Die assistentie was dus nodig om de mannen tot aan hun dood te kunnen blijven volgen. Nou, dat is toch bizar. Dus in 1940 was er eigenlijk een soort genezing dankzij meneer Fleming en de ontdekking van penicilline. Dus er was een middel, maar dat kregen die mannen niet. Nee, die gingen gewoon door, want het was een onderzoek naar hoe ontwikkelt het zich zonder enige behandeling. Dus die 600 werd daarvoor gebruikt zonder dat zij nou wisten precies waar ze aan leden. Ze kregen dus te horen, je wordt behandeld voor het hebben van slecht bloed. Dus ze werden in de gaten gehouden en ze kregen alleen maar placebo's toegediend. Pilletjes en om dus zogenaamd die ziekte te behandelen. Nou, als je kijkt naar de resultaten van het onderzoek, van de 600 waren er 399 die besmet waren met syfilis zonder dat ze hiervan afwisten. Okay. De 201 anderen hadden geen syfilis, maar werden behandeld voor het hebben van slecht bloed, wat ik al eerder zei. Tijdens het onderzoek overleden de 28 deelnemers aan de directe gevolgen. 100 bezweken aan gerelateerde complicaties van de syfilis. En minstens 40 echtgenoten waren ook besmet gemaakt door hun man. Wow. Wat dus resulteerde dat er tijdens het onderzoek ook minstens 19 kinderen besmet met syfilis werden geboren. Oh. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk te bizar voor woorden. Hoe bestaat zoiets? En uiteindelijk, toen het bekend werd, ja, toen waren de rapen gaar en de verkeer. Toen was er heel veel over te doen. En met name door druk van buitenaf werd het ook allemaal gestopt. En dat is gewoon een van de naaste experimenten die er maar bestaan eigenlijk. Dus dat is heel triest. Ja. En ik heb nu ook nog, we hebben het net al over de ruimtevaart en zo. Ik heb het iedere keer over die testjes die ze doen. Mm-hmm. Maar er zijn inderdaad dingen die best wel belangrijk zijn. Willen we dus wat verder kunnen gaan met bemande ruimtevaart naar bijvoorbeeld Mars. Dus je moet dan eigenlijk weten wat er met je gebeurt. En dat is niet niks.
Dus van alles wordt getest. Bijvoorbeeld ook je immuunsysteem wordt getest. Mm-hmm. Dus je hebt dus het immuno-experiment. Dat dan een soort holistische benadering voor het onderzoeken van stress door gebruik te maken van vragenlijsten, bloedmonsters en temperatuurmetingen van de astronauten. Want, en wat blijkt, je immuunsysteem raakt wel degelijk in de war. En uit noodzaak hebben dus de onderzoekers nu nieuwe manieren ontwikkeld om kleine hoeveelheden bloed te analyseren. Dat doen ze nou iedere keer. Om dus inderdaad die astronauten niet te belasten met iedere keer veel bloed aftappen in de ruimte. Nee. En nu hebben ze dus inderdaad zo'n biotestcomputer waar ze dus inderdaad dat mee kunnen doen. Maar we hebben er ook op aarde aan, want je kan het nu ook gebruiken op aarde om risicovolle pasgeborenen te testen die nog veel minder bloed hebben om af te tappen voor analyse. Dus ja, ook op aarde hebben we dat eraan. Nou, dat was, en dan een tweede experimentje. Dat waren Belgen die dat hebben uitgevonden. Ja. Die zijn op het nieuws geweest een paar maanden geleden. Ja. Ja, nou ja, op zich is dat heel goed. Maar ja, wat een veel groter probleem is. In de ruimte, je botten ondergaan versnelde osteoporose. Wat houdt dat in? Dat dan wordt je bot wordt poreus. Dus, en daarmee breekbaar. Want normaal op aarde moeten je botten in goede conditie zijn vanwege de ruimte, vanwege de zwaartekracht. En je hebt je skeletspieren, maar dat heb je allemaal niet in de ruimte. Dus niet alleen je spieren gaan achteruit, maar ook in een hoog tempo je botten gaan achteruit. Nou, uit onderzoek in de ruimte is gebleken dat de zuurgraad in het lichaam het verlies van botten versnelt. En je kunt die zuurgraad tegengaan door minder zout te eten of bicarbonaatpillen in te nemen. Nou, wat is bicarbonaat? Dat maken wij zelf aan in ons alvleesklier. We kennen het, als je het buiten het lichaam kennen we het als zijnde baksoda. Dat is precies hetzelfde. Dat je als zelfrijzend bakmeel, dat is echt allemaal bicarbonaat. Wat gebeurt er? Je eten komt in je maag en dat is een hele zure omgeving, want daar worden de eiwitten afgebroken. Dat is de protease, dat noemen ze protease gebeuren. Maar die zure spijsbrok uit de maag komt dan in je darmsysteem. Dat is het duodenum, oftewel de 12-vingerige darm. En dat zuur moet weg. Nou, daar is die bicarbonaat voor. Daarmee neutraliseer je zuur. En dat gebruiken ze dus inderdaad in de ruimte om die zuurgraad naar beneden te krijgen in de hoop dat die osteoporose dan gestopt wordt. En dan is er nog een derde experiment. Om dus, wat ik eerder zei, meer in detail te volgen. Hadden ze betere medische scanners nodig om die fijnere structuur van die botten te kunnen zien en te creëren. En ze hebben dus nu de Extreme CT-scanner van de ESA. Die is ontwikkeld, zodat ze dus de microscopische architectuur van de botten kunnen zien. En daarmee onderzoek kunnen doen. Dus je hebt dus inderdaad een portable CT-scanner hebben ze ontwikkeld. Moet je in een ziekenhuis komen bij een CT-scanner. Ik vind het heel knap dat ze dat piepklein hebben kunnen maken. Maar goed, dat was mijn verhaaltje eigenlijk van deze week. Dus best wel heel wat ontwikkelingen eigenlijk. In goede onethisch en ethische experimenten. Dat was eigenlijk mijn verhaaltje. En die experimenten werden niet in de ethische uitgevoerd, hè? Nee, in de ether, ja. In de ethisch, man, weet je wel, toen wij nog jong waren en gingen feesten en zo. Oké, maar goed. Ja. Nee, die Tuskegee, dat was de jaren 30, dacht ik dat je zei. Hè. Waren er toevallig ook Duitse onderzoekers bij? Bij welk onderzoek bedoel je? De Tuskegee syphilis-experiment. Ja. Nou ja, dat was, dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel, als ik het artikel lees. Je hebt natuurlijk best wel veel onderzoek eens gedaan. Ik lees nergens dat er Duitsers bij betrokken waren. Maar, wacht eventjes. Het eindigt wel met dat na de Tweede Wereldoorlog ethische commissies vanuit de overheid die hebben toen niet ingegrepen. Er vond zelfs geen tussentijdse ethische evaluatie van het onderzoek plaats. Hmm. En dat het onderzoek zo lang door kon gaan, staat er als laatste zin, toonde aan dat de rassenkwestie nooit is verdwenen in Amerika en dat het racisme in het land diep geworteld was. Het is een groep die je gewoon kan gebruiken. Ze zijn er nog steeds niet klaar mee. Van die tijd. Ja. Ze zijn er nog steeds niet klaar mee, hoor. Maar dan komen we in een nieuwe afdeling. In de jaren 60 hebben ze toch ook met het leger drugsonderzoeken gedaan.
Waar dat ze gewone soldaten de pollenbak drugs gaven en een geweer en de jungle LSD, stuurden. LSD met name. En ja. Zo. Ja. Ik vraag me af of dat. Nou, wat voor dosering heb je dan? Want mijn ervaring met LSD is dat je dan eigenlijk niet meer in staat bent om überhaupt wat te doen. Ja, dat bleek ook uit het onderzoek. Oké. Ja, dus ze wilden gewoon. De uitvinder, dat weet ik wel. De uitvinder heeft op zichzelf geëxperimenteerd. Dat was gewoon een wetenschapper die denkt van dat is interessant. Ik ga dat even wetenschappelijk uitnutten en kijken wat ik ermee kan doen. En die heeft echt een hele tijd gewoon getript. Zei dat het niet zonder gevolgen bleef, maar het is wel wereldberoemd eigenlijk daardoor. Oké, okay, ja. Dat is misschien voor. Dat doet me trouwens even denken aan die Nederlander die zo een gaatje in zijn voorhoofd boorde. Ah, ja. Oh ja. Ja, wie was dat ook alweer? Je had in die tijd. Ja, dat weet ik nog wel. Johnny de Selfkicker. En hoe heette die ook alweer? God, ik weet wat je bedoelt. De tijden van de kabouters en de banden. Baas in de bandenbom en baas in eigen buik. Van? Wat was daar het doel, zo'n gatje nu? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou de druk van je hersenen wat doen afnemen, waardoor je eigenlijk continu een beetje high was. Dat was in de 60er jaren. Ja, oké. Okay. Daar kan ik me nog wel iets van herinneren. Dat, ja, ik ook. Ja. Ja. Even kijken. Maar hoor. Kijk. Ja, je zit hier gelijk op je hersenen. Hè? Want als je een gat in je schedel hebt, dan heb je ook nog de meningen, oftewel de hersenvliezen. Vandaar. En als die ontstoken raken, noemen ze dat meningitis. Daar heeft iedereen wel eens wat van gehoord. Maar je hebt inderdaad die. En het buitenste vlies, dat is de dura mater. Die is knetterhard. Die moet je echt met een mes kapot snijden, wil je daarin komen. Ja, maar dat is in de tijd van Provo en zo, dacht ik ook. Ja, zeker. En inderdaad, hoe heette die ook alweer? Roel van, weet ik niet meer, dat was de grondlegger van de pit, naam niet meer. Roel van Duin was dat niet? Ja, dat was met de witkarren en zo in Amsterdam en zo. Ja, voort allemaal. Ja. Hé, hey, maar we hebben de druk, want we moeten door naar het volgende. De praattafel bezorgt Pik en Veren. Deze week voor. Ja, een muzikant, daar wil ik toch even een beetje. Ik heb een absurd bericht, las ik. Muzikant 3 keer aangeklaagd voor zeer grote AI-fraude. Dus die man die heeft in samenwerking met een paar anderen, en dat was in Amerika. Via AI slaagde hij erin om honderdduizenden nummers te maken. Dus ik zou er wel eens één willen horen. Dus liedjes te maken met AI. En die werden dan ook miljarden keren gestreamd met honderden, duizenden accounts die ook met die AI-bots liet aanmaken. En op die manier heeft hij dus bijna 10 miljoen euro aan royalties opgehaald. Hij is nu al gepakt, maar dat is een unieke zaak waar hij kijkt nu tegen 20 jaar gevangenisstraf aan. Maar ik zo vond. Ja, hij is dus gepakt, want dat geld had eigenlijk toegekomen aan echte muzikanten en zo. Komt uit de pot voor. Hij is triest. Ja, in North Carolina is dat in Amerika door zijn schaamteloze fraudestal Smith miljoenen aan royalties die hadden moeten toekomen aan echte muzikanten en zo. Dus hoe hij dat deed, hij had dus zoals Amazon Music, Apple en Spotify en op al die diensten had hij duizenden accounts laten aanmaken, allemaal door AI. Ik wist niet dat dat zo makkelijk was. Ja. Je moet het toch allemaal met e-mails bevestigen. Maar ja, als je dat, misschien was hij een briljant programmeur of zo. En hij had dus een aantal mensen voor hem die muziekjes maakten, maar dan echt dus honderdduizenden. En dan voerde die dat in die systemen van Spotify en overal. En in plaats van met één nummer, want dan kreeg hij gauw in de gaten, als één nummer een miljard keer gestreamd wordt, dan gaat opvallen. En op zijn toppunt wist hij ongeveer 660.000 streams per dag te genereren, waar hij jaarlijks $1.2 miljoen aan overhield. Dus. Ja, fout in het systeem inderdaad. Maar hij is wel tegen de lamp gelopen. Dus kijk, volgens mij zullen er. Wie weet is het wel zo dat heel veel mensen dit doen. Maar op veel kleinere schaal. Want dan blijf je onder de radar, volgens mij. Dus dat was niet geen 10 miljoen, maar met 2 ton per jaar of zo.
Er is een groep bekend en die had een album uit. En een van de nummers was 30 seconden lang. En zij vroegen aan hun fans, zit dat in repeat op de streaming? Het is maar 30 seconden. Ja. En bij elke play kregen ze dan zogezegd royalties. Mm-hmm. Nu, sindsdien kan je niet meer korte nummers, krijg je daar geen royalties meer voor. Nee. Ze moeten langer zijn dan een minuut, dacht ik, tegenwoordig. Maar het nummer op repeat zetten. Ik kreeg ook eens een tip voor onze podcast om die op Spotify op te zetten. En dan ook op repeat dat die een paar dagen achter elkaar blijft lopen. Maar dat hebben ze ook afgeschaft. Dat gaat niet meer gewoon. Er is geen herhaalknop. Nee. Ja, dat begrijp ik. Ja, je moet het echt dicht timmeren. Want mensen, wat ik al zeg, inderdaad, deze vent is dus gepakt. Maar wie weet hoeveel er wel niet zijn die het op hele kleine schaal doen. Mm-hmm. Ik bedoel, dan verdien je geen 10 miljoen, maar dan verdien je gewoon een ton per jaar of zo. Ja. Ja, en dan blijf je volgens mij volledig onder de radar. Ja, dus het werkte met willekeurig gegenereerde song- en artiestennamen voor de audiobestanden, zodat het leek alsof ze door echte artiesten waren gemaakt. Ook daar werd AI voor gebruikt. Dus nu zit hij samen met die gasten die dan de muziekjes aanleverden. En hij wist ze nog te melden van houd in gedachten dat wat we hier doen, dit is geen muziek tussen aanhalingstekens, het is instant muziek. Dus ook die medeplichtigen zijn nu tegen de lamp gelopen, of zo gezegd, of tegen de speaker gelopen. Ja. Nou, heel goed. Ja, en dan moeten we het nog eens hebben over een firma. Daar hebben we het een tijd geleden over gehad. Clearview, dat is een Amerikaans bedrijf. Ja. En die hebben dus tegen alle wetten en regels in, maar dat is al een heel wat jaren geleden, hoor. Alle foto's van iedereen op het internet gedownload. En ook gecodeerd met een algoritme waardoor je de gezichtsherkenning mogelijk is. En hun diensten worden nu gebruikt. Dan moet je toch een grote harde schijf hebben als je dat wilt doen. Jazeker. Nou, zeker. 50 miljard foto's, ja. Het is een beetje hetzelfde als die dienst die muziek zo herkent. Hoe heet dat ook alweer? Shazam. Shazam, ja. Dus die man die heeft alle liedjes ter wereld gedownload. En een bepaald soort algoritme. Dat is geloof ik een Belg, geloof ik, die dat gemaakt heeft. Nou ja, niet alles. Ik heb er wel een paar maal gebruikt. Maar ze zijn karig in klassieke muziek. Ja, kom jij weer af. Maar ja. Ja, nou ja, oké. Okay. Kan toch? En het ging met name om popmuziek, om popliedjes. En, en mijn echtgenote gebruikt dat regelmatig. En dat werkt zelfs, al horen we iets heel vreemds uit Thailand of zo, of uit Kazachstan. En toch pikt hij dat op. Ja. Maar het komt allemaal neer op een soort analyse software die dan dus niet de liedjes zelf, maar een soort digitale print ervan maakt. Van een beschrijving eigenlijk. En dat doet Clearview. Die hebben dan ook zo'n algoritme. En die hebben wel een waanzinnig hoog succes dus met gezichtsherkenning. En dat wordt dan met name gebruikt door politiediensten, dus bij overvallen en dat soort dingen. En om mensen te zoeken. Ja. Maar het gaat ook wel eens fout. Maar en nu in Nederland hebben ze een probleem, geloof ik, hè? Het was een itempje op het journaal dat gewoon aangepakt moet gaan worden. Dus inderdaad, het is, men denkt dat ook inderdaad heel veel Nederlanders erin zitten. En de Nederlandse politie gebruikt het ook. Ja, ja. En dat mag eigenlijk nog niet. Maar ja, ook België, Finland en Zweden is het gebruikt. En in de VS wordt het heel veel gebruikt door onder andere de FBI. En je mag dat eigenlijk gewoon niet doen. Het is echt een succesverhaal, hoor, wat dat betreft. Nou, zeker. Zeker. Dus uiteindelijk wordt iedereen in de gaten gehouden. Ja, ze hebben 50 miljard foto's in hun database zitten. En het zijn wel openbare foto's, maar de kans dat jij erbij zit is natuurlijk enorm groot. Hè. Als je echt anoniem het leven door wil, dan moet je echt je beperken tot contant geld. Nergens een kaartje van opvragen en inderdaad met een zonnebril en een hoodie het leven door. Ja. Maar ja, dat schuift allemaal op. Want nu gebruiken ze het eerst voor mensen die bijvoorbeeld misdrijven plegen en zo. Maar nu kunnen de opsporingsdiensten dat ook gaan gebruiken om bijvoorbeeld mensen die meedoen aan protesten deelnemen. Waar de overheid niet blij mee is. Dus pas op als je daar ergens... We zien al jaren, hè? Ja.
Ja, nou, ja, denk ja, je wat er gebeurt? Als er protesten zijn, dat iedereen maskers draagt of helmen of weet ik veel, om niet herkenbaar te zijn. Ja. Nou ja, het wordt al AI gebruikt als je kijkt hoe de Israëliërs aanvallen in de Gazastrook. Dat ze hebben een soort AI-algoritme wat de waarschijnlijkheid vastlegt. Dus je hebt dan een of andere vent, die is bekend. Je hebt zijn gezicht kunnen scannen. En dan kijken ze met wie heeft hij gebeld en hoe vaak is hij in gebieden geweest die bekend staan als Hamas-gebieden. En aan de hand van dat soort gegevens wordt dan besloten om aan te vallen. Dat is natuurlijk heel griezelig. Mm-hmm. Want AI is zeker niet perfect nog. Want het is eigenlijk, men noemt het intelligent, maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Het werkt gewoon met waarschijnlijkheden. En data die gewoon te vinden is. Jazeker. Het werkt met statistieken en niet met inzichten. Nee, nee, nee. Dus ja, dat is dan toch griezelig, ja. Zeker weten. Hey, even kijken. We moeten nog wel even stilstaan bij de dag van vandaag. Want er is van alles mee aan de hand. En Chris, neem ons aan de hand. Oh, gaan we er nu nog aan beginnen? Ja, doe maar, joh. Okay. Want het is toch herfst. Ik heb een minuut tijd, zie ik, om dat te doen. Het is 9 september, kun je het geloven? Nee, je kunt het niet geloven. Het is de 253ste dag van het jaar. Dus dat wil ik nog zeggen, ademhalen, dat we nog 113 dagen te gaan hebben. En er is inderdaad een heleboel dingen gebeurd vandaag. Bijvoorbeeld in 1839, de eerste glasplaatfoto door John Herschel. En vraagt niet, wat stond erop, want ik weet dat niet. In 1913, tijdens onweer, komt een zeppelin in de Noordzee terecht. 14 bemanningsleden komen om en dat is het eerste dodelijke ongeval met een zeppelin. Mm. In 2022, de Chinese wetenschappers maken bekend dat er een nieuw materiaal is ontdekt in materiaal van de maan dat naar de aarde is gebracht door het onbemande Shenzhen 5 ruimtevaartuig. Het materiaal heeft de naam Shenge site gekregen naar de Chinese godin van de maan, die Shenge noemt. 2023 is de gerenoveerde voormalige beurs van Brussel, wordt het nieuwe biermuseum Belgian Beer World geopend. Ik dacht dat is iets voor Istvan. Okay. Het is een interactieve beleveniscentrum rond de Belgische biercultuur. Misschien moeten we daar ons 200ste aflevering maken. Ah ja. Ben ik voor. Ben ik voor. Ja, ja. Dan zitten we in de hoofdstad van Europa. Dus het, altijd, het was een beurs vroeger en nu een Belgian Beer World. Dus je kunt het niet beter hebben. Maandag is het vandaag. Dus is het de internationale teddyberendag. Dinsdag is de internationale dag ter voorkoming van zelfdoding. Donderdag is de internationale dag van de migraine. Vrijdag is het wereldchocoladedag. En de dag van de scheiding. Ik weet niet of dat er een link ligt tussen die twee. Zaterdag is het de dag van de boerin. Zondag is het de dag van de landbouw. En de internationale dag van de democratie. Oké. Okay. Voilà, 1 minuut. Ik heb het gehaald. All right. Dan ga ik even lekker door, want we moeten ook een beetje aandacht geven aan onze sponsor. En dat zijn er verschillende. Maar vooral even een shout-out naar de jongens van Lucy Rooms. Dat is de firma Technica Del Arte. Die leveren dankzij Lucy Rooms. Dat is dé manier voor podcasters om zo internationaal en nationaal en met elkaar... En is daar ook een lijst met bijwerkingen bij? Nee, dat komt zo. Dat komt zo nog. Geen bijwerkingen, behalve dat je het mute-knopje moet uitzetten als je mee aan tafel wil. Maar het is een prachtige oplossing voor podcasters die op afstand met elkaar willen podcasten, zoals wij dat doen. En dat werkt in real time. En je kan zelfs muziek met elkaar maken en zo. En dat gaan we straks doen in gedicht erbij. En we zien de mannen aanstaande vrijdag. Want Mario en ik gaan een bezoek brengen aan de IBC. Dat is de International Broadcast Convention in de RAI in Amsterdam. En dan gaan we de mannen eens even begroeten daar en kijken over de toekomst en wat de plannen zijn. En we gaan jullie dan ook allemaal vertellen wat er allemaal te doen is en waar de toekomst van broadcasting en tv en al die dingen naartoe gaat. Ik denk dat het een buitengewoon boeiende trip gaat worden.
Dus dat voor wat betreft de IBC en Lucy Rooms. Dus nogmaals heel hartelijk bedankt aan die mannen om ons te steunen. Yes, zeker, ja. Met dit pakket. Ja. En dan nu nog even onze echte sponsor. Die zorgt dat we toch iedere dag gezond en door het leven kunnen gaan. Enzovoort. Type 2 diabetes, but I manage it well. It's a little pill with a big story to tell. I take once daily Jardiance. At each day start. Works 24/7 in your body to flush out some sugar. And for adults with type 2 diabetes and known heart disease, Jardiance can lower the risk of cardiovascular death too. Serious side effects may include ketoacidosis that may be fatal, dehydration that can lead to sudden worsening of kidney function, and genital yeast or urinary tract infections. A rare life-threatening bacterial infection in the skin of the perineum could occur. Stop Jardiance and call your doctor right away if you have symptoms of this infection, ketoacidosis, or an allergic reaction. You may have increased risk for lower limb loss. Call your doctor right away if you have symptoms of infection in your legs or feet. Taking Jardiance with a sulfonylurea or insulin may cause low blood sugar. Dus als je niet verlamd wordt door de suikerziekte, doet hij het. I have type 2 diabetes, but I manage it well. Oh, ze krijgen er geen geluid. Ja, dit is voor mensen met diabetes, type 2. Ja, het is wel vrolijk muziekje, vind ik. Je wordt er instant vrolijk van, zo. Ja, ze maken er een hele musical van met allemaal dansers. Net alsof het een... Ja, ik heb diabetes en ik had dat wel goed. Ja, ik vind het iets vrolijks hebben zo. Ja, Jardiance, we zetten de link wel in de show notes die je straks op praattafel.be kunt gebruiken. Want alles waar we het over hebben, worden de links bij geplaatst. Dus ook voor onze Spotify-luisteraars, als je meer wil weten. Zijn nu een songwriter, je krijgt dit als opdracht, man. Kom aan, dat moet toch balen zijn gewoon. Oh, kun je niet iets vrolijks schrijven over diabetes? Zo? Van, ik vind het tof. Ja, en wat denk je van al die dansers en actrices? En je moet die clip zien. Dat lijkt wel een soort musical met allemaal decors en gebouwen. En dan komen ineens allemaal dansers uit. Echt zo'n hele Broadway-productie. Wij hebben allemaal diabetes en we vinden het goed. All right. Ja. Kan. Waarom ook niet? Je kan ledematen verliezen. Je kan een dodelijke infectie krijgen enzovoort. Allemaal lekker spul. Hey, verantwoorden en antwoorden. Antwoorden kunnen in de quiz gebruikt worden, want we trappen hem af. Goedemiddag, wakker praattafel podcastluisteraars. Welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dozijn kakelverse boeiende vragen waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden via onze praattafelchat op praattafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Ja, het is dus vandaag de dag van de teddybeer. Ik vind het zelf een heel belangrijke dag, want ik heb zelf nog mijn teddy. Hebben jullie de teddybeer nog van je geboorte? Ja, ik heb die van mij. Ik heb die van mij, staat in onze slaapkamer. Nee. Dat is ongeveer een halve meter groot. Het was best een flinke. Hij is een oog kwijt en een stuk arm, maar ik heb hem nog wel. Nou ja, die van mij is heel klein en heeft geen enkel plus meer. Dat is dus kaal. Maar voor de rest is hij nog altijd... Daar zijn pilletjes voor, hè? Het schijnt, maar ze worden verlamd van, of blind. Ja. Dan gaan we maar gewoon beginnen, zeker, hè? Wat denk je? Ja, spannend. De teddybeer, ik weet daar niet veel van moet beginnen. Ja, je weet er meer van dan je zou vermoeden. Bijvoorbeeld, wat inspireerde de creatie van de eerste teddybeer? Was dat A, een kinderboek, B, een wilde beer in Alaska, C, een incident met de Amerikaanse president Theodore Roosevelt, of D, een populaire circusact? Hmm. Ja, die weten we wel, denk ik.
Ja, het is bekend, hè. Dus wat inspireerde de creatie van de eerste teddybeer? Was dat A, een kinderboek, B, een wilde beer in Alaska, C, een incident met Amerikaanse president Theodore Roosevelt, of D, een populaire circusact? Ja, die weten we. Ba-ba-da-ba-da. En daar komt hij, yes. Ja. Een incident met de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. Want in 1902 weigerde president Roosevelt een jonge beer te schieten tijdens een jachtpartij. Wat een cartoon inspireerde die leidde tot de creatie van de eerste teddybeer. Van Theodore, teddybeer. Gelukkig voor de beer en nog meer voor de kinderen wereldwijd. Ja. Nou, die had ik nooit geraden. Nooit geraden. Heel bijzonder. Oh, dat is nogthans een heel bekend verhaal. Okay, ja, ik ken dat verhaal zeker. En je hebt het ook ooit al eens gezien. Ja. En als je het over beertjes hebt, zo wordt president Xi Jinping niet graag vergeleken met beertje Collargol. Ja. Nee, Paddington. Ja. Ja, want hij lijkt daar inderdaad een beetje op. En dat vindt hij helemaal niet leuk. Nee. Maar wij wel. Ja, gelukkig is dat geen vraag in mijn trivia. Nee, want het is geen teddybeer. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Dus ik kan dat gewoon zeggen. Ja, maar het had wel een vraag kunnen zijn. Ja. Oké, daar gaan we. En dan vraag 2. En misschien weet je die ook wel, Mario. Welke teddybeer was het eerste plusje speelgoed in de ruimte? Was dat A, Paddingtonbeer? Ja, de ruimte, hè? Dus, ja. Dus ja. Was dat A, Paddingtonbeer, B, Winnie de Pooh, C, Little Bear of D, Magellan T-Bear? Kom aan, die moet je dan toch weten. Ik bedoel, als wat. Welke teddybeer was de eerste plusje speelgoed in de ruimte? Was het A, Paddingtonbeer, B, Winnie de Pooh, C, Little Bear of D, Magellan T-Bear? Ja. Nee. Hij vroeg mee met de Discovery. Ik denk het wel. Ik denk het wel, wat ik het... Kijk of ik gelijk heb. Ja, de Magellaanse wolk. Ja, het is Magellan Teddybeer. De uitleg is, in 1995 vroeg Magellan Teddybeer mee met de Space Shuttle Discovery en werd daarmee de eerste teddybeer in de ruimte. Zijn missie, de ruimte verkennen en knuffelig blijven. Voilà, kijk. Oké. Okay. Nou, dat weet ik allemaal niet, maar ik ken wel de Magellaanse wolk. Dat is gewoon een sterconstellatie. Ja. Mm. Dus vandaar. Dat is een ontplofte ster. Dat is eigenlijk de restante van een supernova, dacht ik. Dat kan, ja. Ja, maar het gaat over teddyberen, hè. Mannen, come on, hè. Vraag 3. Ja. En dan zitten we al aan vraag 3. Wat is de meest voorkomende kleur van een teddybeer? Is het A, bruin, B, wit, C, roze of D, zwart? Ja, ik heb de vragen niet te moeilijk gemaakt. Oké. Dus wat is de meest voorkomen kleur van een teddybeer? Is dat bruin, B, wit, C, roze of D, zwart? Ben je aan het gokken? Is het dan? Ja, ik heb al gegokt. Oh. De beerling is geworpen. Ook C gekozen? Nee. Ja. Nee. Een bruine het is dus beer. A, bruin. Ja. Ja, bruine beren zijn populair, waarschijnlijk omdat ze op echte beren lijken. Natuurlijk. We hebben nooit een roze beer in het wild gezien, maar het zou de wereld wel veel vrolijker maken. Mm-hmm. Nou, als hij een haarziekte heeft en hij is bloot, dan zou die wel roze kunnen zijn. Die van mij... Die... Of verdoofd. En gekleurd door... En geschoren, ja, dat kan. Maar die van mij die was eigenlijk zo donkergeel. Zo toch een beetje geel, donkergeel. Ja, maar was die dat toen die gekocht werd? Ja, of na jaren gebruik? Van troken. Ja, dat blowen natuurlijk en zo. Ja, daar wordt hij geel van natuurlijk. Ja, ja. En dan komen we op. En uiteindelijk kan je hem ook roken. Ja.
Welke beroemde beer is fan van marmelade? Is het A, Winnie de Pooh, B, Yogi Beer, C, Paddington of D, Baloo? Hm. Er was trouwens... welke beroemde beer is er fan van marmelade? Is het A, Winnie de Pooh, B, Yogi Beer, C, Paddington Beer en D, Baloo? Er was een filmpje met de koningin en die heeft dat echt gespeeld. Dat was op haar jubileum. Mm-hmm. En dan zat ze een theekransje met die beer. En die beer zei, oh, ik hou van marmelade. En die haalt zijn hoed van zijn hoofd en die haalt er een boterham uit. En de koningin pakt haar jacos en die opent die en die haalt daar ook een boterham met marmelade uit. En zegt, ik ook. Oh. Nou. En dat was dus Paddington, hè? Beertje Paddington. Oh. Afkomstig uit Peru is hij dol op marmeladesandwiches en raakt constant in hilarische situaties verzeild. Zijn liefde voor zoet broodbeleg is net zo beroemd als zijn blauwe jas. Hmm. Nou. En we zitten al aan vraag 5. Hoeveel teddyberen worden naar schatting jaarlijks geproduceerd wereldwijd? Is dat A, 1 miljoen, B, 10 miljoen, C, 50 miljoen of D, 100 miljoen? Dus hoeveel teddyberen worden naar schatting jaarlijks geproduceerd wereldwijd? Is dat A, 1 miljoen, B, 10 miljoen, C, 50 miljoen of D, 100 miljoen teddyberen? Dat is een hoop. Dat zijn er veel, ja. Een berg afval. Komen allemaal in Chili terecht. Net als die eendagse, fast fashion. En je praat dan over tonnen slijm wat hij zich inverzamelt door die kinderen natuurlijk. Ja. Het is ook een tijd mode geweest dat er die fashionistas daar een jas van maakten, hè, van teddyberen. Maar het zijn er 100 miljoen. Teddyberen zijn big business. Elk jaar worden er wereldwijd ongeveer 100 miljoen teddyberen gemaakt. De hele berenpopulatie, maar gelukkig is er altijd ruimte voor nog eentje op het bed. Hoeveel dacht jij, Mario? 50 miljoen. De helft. De helft. Ja. Ja. Ik heb tot nu toe nog geen enkele vraag goed. Oh, okay. Alright. Dus de hoop voor iedereen die meedoet vandaag. Misschien moet je daar een speciale prijs voor krijgen. Voor geen enkel juist antwoord. Ja, ja dat is ook moeilijk. Ja, hoor. Dan mis de Kakadorisprijs. Maar dat is niet helemaal. Maar oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ja. We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6. Wat is de naam van het meest waardevolle teddybeermerk ooit verkocht? Is het A, Beanie Babies, B, Stijf, C, Build-A-Bear of D, Care Bears? Kom aan, die moet je toch weten, is dan. Wat is de naam van het meest waardevolle teddybeermerk ooit verkocht? Is het A, Beanie Babies, B, Stijf, C, Build-A-Bear of D, Care Bears? Care Bears. Ja. Ik heb er... Ik denk dat ik die weet. Ja. Ja, ik heb er een gehad ooit. Nee, het enige wat ik kan herinneren was mijn slabbetje als peuter. Ja. Als baby. Ja, de knop in het oor, hè, daar waren ze bekend voor. Het was de Stijfbeer. De Duitse firma Stijf creëerde enkel van de eerste teddyberen. De zeldzame Stijfbeer werd ooit verkocht voor meer dan $100.000. Dat is een dure knuffel. Dat staat erbij. Ja, zo gaat dat. Ja, die zou ik niet eens knuffelen. Mijn ex die heeft haar Barbie-poppenverzameling verkocht voor een hoop geld. Want die had nog de originele van Mattel uit 1955 of zo. En ze had ze ook nog de officiële doos erbij. Dus dat is voor verzamelaars een soort natte droom dan. Ja, toch niet te nat, want een Barbie-pop kan daar niet goed tegen, hoor. Tegen nattigheid. Ja, dat valt mensen, hè? Nou, dat ligt eraan wat je ermee doet. Okay. Ja, okay. En jawel, hoor, hier komt vraag 7. Welke film heeft een teddybeer die tot leven komt en zelf grof gebikt is? Is dat A, Winnie the Pooh, B, Ted, C, Paddington of D, Brother Bear? En dan maken we plaats voor vraag 8.
Een gokje. Ja. Dus welke film heeft een teddybeer die tot leven komt en zeer grof gebukt is? Een paar jaar oud. Ik denk zelfs dat er al twee van zijn. Mm-hmm. Is het A, Winnie de Pooh, B, Ted, C, Paddington of D, Brother Bear? Een educated guess. Ja, die weet ik dan waarschijnlijk wel. Want ik heb daar inderdaad een stuk van die film ook, gezien. Die beer. Ja. En die bloot ook, hè? Ja, Ja, je geeft zo'n... Natuurlijk, Ted is natuurlijk een goede naam daarvoor. En niet Beertje Huppeldepup. Nou. Als je een grof gebekt iets wil hebben. Ja. Dit is een komische film waarin een teddybeer op magische wijze tot leven komt, maar zijn gedrag is verder van knuffelbaar. Zijn taalgebruik is niet voor kinderen, maar zijn avonturen zijn hilarisch. Oké. Okay. Ja. Ik mis wel Beertje Collagol in dit hele verhaal, hè? Ja, dat was de volgende vraag, maar nee. Nee, ik heb een stuk van die film gezien, maar ik vond het... ik vond het toch raar een beetje, maar goed, ik heb het niet helemaal uit. Felix de Cat kan ik me nog wel herinneren. Dat was ook wel in de hippie-tijd nog wel een film. Kan je dat nog herinneren? Felix de Cat. Felix de Cat. Dat was Felix ook zo'n hippie, the Cat. The Wonderful, Wonderful Cat. Nee, dat was toch wel een hele heftige cartoonversie met een vreemdgaande... Kan je dat niet meer herinneren? Dat was echt voor hippies in die tijd. Wacht even. En Yogi Bear, dat was natuurlijk wel heel vriendelijk, Yogi Bear. Goed, even kijken hoor. We drijven acht. In de... Vraag. Ja, acht. En dan maken we plaats voor vraag 8. Welke beroemde teddybeer is gekoppeld aan een A.A. Milne verhaal? Is dat A. Smokey Bear, B. Yogi Bear, C. Winnie de Pooh of D. Rupert Bear? Aan wat gekoppeld? De schrijver, hè? A.A. Milne. Ja, A.A. Milne. Dat klonk als een brandweerveiligheidsattest of zo. Maar, De A.A. beer met drankprobleem had ook nog gekund. Maar we kunnen dus niks invullen. Welke beroemde teddybeer is gekoppeld aan een E.E. Milne-verhaal? Is dat A. Smokey Bear, B. Yogi Bear, C. Winnie de Pooh of D. Rupert Bear? Gokje. Ja, als ik een tip moet geven, eigenlijk is dat gebaseerd op zijn zoontje. Die in de tuin van alle dingen speelde en die vader zat erbij, Milne. En die schreef dat op en dat is dan uiteindelijk dat beroemde verhaal geworden. Van Winnie de Pooh. En dat ezeltje en zo. En die zoon was daar later niet blij mee. Die heeft ook afstand gedaan van die beer en zo als volwassene. Mm. Oké. Nou, beren interessant. En dan is hier komt vraag 10. Vraag 9, hè. Na 8 komt vraag 9. Ik keek verkeerd. Zijn we al zover? Je wilt er gewoon vanaf. Nee, verkeerd gekeken. Nou. In welk land werd de eerste teddybeer officieel geproduceerd? Is dat A, de Verenigde Staten, B, Duitsland, C, Frankrijk of D, Engeland? Dus in welk land werd de eerste teddybeer officieel geproduceerd? Was het A, Verenigde Staten, B, Duitsland, C, Frankrijk of D, Engeland? Ik vermoed dat je dat kunt herleiden naar een eerdere vraag. Je kan dat herleiden naar een eerdere vraag, maar er waren er al 8. Dus één van die 8 vragen. Ja. En het was Duitsland. Over de firma Steiff. Dus. Ja, hoewel de term teddybeer afkomstig is uit de VS, werd de eerste officiële teddybeer geproduceerd door de Duitse firma Steiff. Dus ja, teddybeer zijn eigenlijk een beetje Duits. Ja, hij heet ook eerst Heinrich, maar nu is het dus inderdaad... Dat is goed. Prima. Ja. Ja. Ja, okay. Of Helmut. Helmut had ook kunnen, Nu. En aan 9 komt vraag 10.
Wat is het gemiddelde aantal teddyberen dat een kind in zijn jeugd bezit? Is dat A, tussen de 1 en de 2, B, tussen de 3 en de 4, C, tussen de 5 en de 10 of D, meer dan 10? En ik heb het over normale kinderen, hè, Mario? Oké, ja, want inderdaad, als je als je heel veel geld hebt, heb je vermoedelijk ook meer teddyberen als kind. Ja, of als je nooit kind bent geweest, bedoel ik dan? Dat was de vraag ook alweer, jongens. Wat is het gemiddelde aantal teddyberen dat een kind in zijn jeugd bezit? Is dat A, tussen de 1 en de 2, B, tussen de 3 en de 4, C, tussen de 5 en de 10 of D, meer dan 10? Ja, hoeveel vriendjes kennen we met 80? Ja, ik heb dat had ik niet verwacht. Dit. Ja, de meeste kinderen krijgen een hele beerfamilie in hun leven. De echte uitdaging, ze allemaal in bed passen zonder dat ze zelf uit het bed te vallen. Dus tussen de 5 en de 10 ongeveer. Ja, ik zie dat Minja aan het typen is. Eens even kijken hoor. Oei, die gaat zeggen, nee, het zijn er 20 of ik heb er 30. Ja, ik had er maar één en die heb ik nog steeds. Ik weet niet, ik kan me niet eens herinneren of ik ooit één heb gehad. Nee, dat merken we nog aan jouw persoonlijkheid. Jij mist een bepaalde... Genegenheid voor iets menselijks. Met stofgevulde lappen die eruit zien als een beer. Kreeg je dan? Een lappenpop? Ja, ik ga ervan uit dat ze hier bedoelen met knuffeldieren. Mm-hmm. En dat het niet specifiek een beer moet zijn, maar dat je dus ook een kermittenkikker, zoals ik had vroeger ook erbij. Oh. Ja, dus een soort denkbeeldig vriendje. Ja. We hebben het al eerder over gehad. Ik wil niet gelijk over religie hebben, maar dat bestaat dus. Ja, ja. Nee, hoe is het met jouw boek trouwens over je denkbeeldige... Iedereen is wel enthousiast en ik ook. Dus ik ben er nog altijd aan bezig. De boeken, mm-hmm. zijn leuk. Er meerdere. Ja, ook eentje, de handleiding van de teddybeer, hè, daar ben ik ook aan bezig. Dus dan krijg je een teddybeer, wat doe je er dan mee? Je bent een, voor kindjes. Je bent een eenmans uitgeverij geworden. Ja, iemand moet het doen, hè. Ja. Minja liet weten dat ze ook nog steeds heeft. Nou, dat schept een band, Minja. Dat is fijn om te horen. Want ik heb mijn beer ook nog. Ja. All right. Ik heb helemaal niks aan beer. We zijn door, want hier komt... Sorry. Nou, ik heb niks aan beer. Maar wat ik nog wel heb, ik heb mijn doopkaars. Dat kreeg je dus met een rood katholieke afval. Skeletten staan, hè, in je living en zo. En dat is waar. Nee, zeker. Maar mijn doopkaars, die gebruik ik ook. Die staat in mijn meterkast. Als de stroom uitvalt, heb ik altijd een lichtje. En dan is het een Rooms-Katholiek lichtje. En dat is een prachtig ding ook, met dingetjes erop. En een kruis, en weet ik het allemaal. En die is nog niet op, dus dat is een goddelijk wonder. Dat die gewoon brandt en toch niet... Hè? En hij, het is ook heel bijzonder, het is best wel warm. Hij trekt helemaal krom, dus dan wijst hij vermoedelijk naar de hemel. Hé, hey Mario, dat wordt een, hoe heet dat, een toevluchtsoord. Zoals met een Maria-verschijning en zo. Dat was trouwens op het nieuws. Hè, de grot van Lourdes is overstroomd door het probleem met wat ze daar nu op dit moment eigenlijk hebben. Dus dat is enorme buien en de auto's dreven rond. En ook de grot van Lourdes is dus overstroomd. Dat moest er dus uitgepompt worden. Misschien is er wel een wonder en staat er ineens een hele nieuwe pomp... in plaats van dat oude kreng. Dat zou kunnen. Oké. Ja. We zijn er bijna door, want hier komt vraag 11. Ja, met omwegen uit Lourdes, vraag 11. Wat is de naam van de beroemde brandweerslogan-beer die de kinderen leert over brandbeveiligheid? Is het A, Yogi-beer, B, Smokey-beer, C, Rupert-beer of D, Ted? Ja, dat is ook weer een moeilijke vraag, hè.
Wat is er dan van de beroemde brandweerslogan? Beer die kinderen leert over brandbeveiligheid. Is het A, Yogi Beer, B, Smokey Beer, C, Rupert Beer of D, Ted? Noemde jouw teddybeer ook Smokey Beer? Die gele is van... Nee, dat was zeker geen Smokey. Toen smokte ik nog niet, hoor. Maar dat is wel heel erg Amerikaans, hè, die smoke. Tenminste. Het had me niet verbaasd als jij je eigen teddybeer had opgerookt in je eigen jeugd. Nee. Oké. Dat was dus Smokey Bear. Is een legendarische mascotte in de VS die brandveiligheid promoot met de iconische zin: Only you can prevent forest fires. Teddybeeren liever. Zwart. Only you just can prevent forest fires. Ja, dan moet je wel tussen de bos en de blikseminslag. Want de meeste bosbranden worden veroorzaakt door blikseminslagen. Dus zeker. Ja. Dus dan, niet overal, hè. Je hebt in Azië het jaarlijks terugkerende fenomeen dat boordjes een stukje van het bos wegbranden om wat meer te kunnen verbouwen. Ja, ook in de Amazone gebeurt dat ook. Maar waar we het nu over hebben, in Australië en Californië en zo. Dat is meestal, als het niet door brandstichters is, is het gewoon een blikseminslag. Ja, maar je hebt toch dat heel groot bosdomein waar dat die Amerikanen gaan picknicken en zo. En in de jaren 60, 70... Mm-hmm. Wie heeft gezegd, niet barbecuen en zo. Hè? En dan had je die Smokey Bear die er stond. Juist. Ja. Nee, duidelijk. Nou, laten we er maar een eind aan maken en dan... De laatste vraag van vandaag. Vraag 12. ChatGTP, hè. Waarom worden sommige teddyberen articulated genoemd? Is het A, ze kunnen praten, B, hun poten en armen kunnen bewegen, C, ze zijn beroemd om hun poëzie, of D, ze zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal? Nou, makkelijker. Dus waarom worden sommige teddyberen articulated genoemd? A, ze kunnen praten, B, hun poten en armen kunnen bewegen. C, ze zijn beroemd om hun poëzie, volgens mij is het dat. Of deze zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal. Wat een bron van trivia, deze. Ja, hè? Ja. Oh. Dus... die had ik goed, ja. Nee. Ja. Articulated teddyberen hebben bewegende armen en benen, waardoor ze nog meer avonturen kunnen beleven. Perfect voor dramatische posities of het grijpen van de laatste honingpot. Oké, nou, dan zijn we alleen nog maar benieuwd naar de uitslag. Ja. Ik heb gewonnen. Oké, dankjewel. Nee, ik heb gewonnen, joh. Hey! Die Mario. Ja. Met al zijn gokken. Je bent echt een gokker, volgens mij. En ik ben de enige die nooit een teddybeer heeft gehad. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, misschien daarom juist. Het verondert me trouwens dat Minja maar 2 juist heeft. Ja, dat valt hij eens weer tegen, ja. Maar dat is grappig. Ik ook weinig, want ik heb wel een beer gehad. En jij niet. En Mario ook niet. Dus misschien zijn jullie... Jullie niet begrensd door kennis? Nee, ik heb een beer. Ik heb hem nog altijd. Hè. Oh, je hebt wel een beer. Ik had ook een Kermit de Kikker en zo. Oké. Nee, het is hartstikke duidelijk hoe dat zit met de beren en de berenspelers en zo. En Manu heeft het ook goed gedaan. Die heeft er 6 goed. Dus ja, dus, zo kent hij wel beer. Oké, prima. Zullen we maar overgaan naar het beerbericht? ik begin nu een beetje... Berengoed. flauwekul te maken, maar daar gaan we, beer. Berengoed idee. daar gaan we, beer. Ja, alright. Dus eens even kijken. Dan maar overschakelen naar een aantal dingen die ook door Minja zijn aangeleverd. Daar hebben we nu alle tijd voor. Ja. Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten. Ja, dat vind ik heel bijzonder. En onder andere dat het eerste artikel gaat over quantum thermodynamica. Dus thermodynamica is warmteleer. Dat betreft eigenlijk altijd een gesloten systeem.
dus in de kwanten. Dus zo kan je ook een zwart gat beschouwen. En waar dit artikel over gaat, is eigenlijk het feit dat er zijn dus niet alleen de standaard zwarte gaten die begrensd worden met een waarnemingshorizon en noem het maar op. Iedereen kent iedereen heeft er wel eens van gehoord. Maar er zijn ook nog extremely compact objects, oftewel ECO's, die eigenlijk ook een zwart gat zijn, maar zonder die waarnemingshorizon. Oh. En zonder die klassieke dingen die je ziet. En men denkt nu ook dat het ook geen singulariteit is, met andere woorden, dat het dus wel gehoorzaamt aan de wetten die wij kennen bij zo'n ecosysteem, zo'n extremely compact object. Dus, en daar gaat het artikel over, van nou zouden we dan niet uiteindelijk van die singulariteit eraf kunnen en zouden we het dan allemaal toch gewoon wetenschappelijk kunnen beschrijven met de wiskunde en de natuurkunde die we nu hebben tot onze beschikking. Dus dat is daar gaat eigenlijk dit artikel over. Dus het is wel een uitgebreid artikel, maar deze link is dus eigenlijk, deze manier van aanpak heeft dus weer een nieuwe mogelijkheid om het te kunnen verklaren. En dat is natuurlijk prima, want dan kan je zeg maar er wat meer mee doen. Want het is nu singulariteit, ja, dat begrijpt helemaal niemand. Nee. Maar misschien is het inderdaad helemaal geen singulariteit en hebben we gewoon inderdaad kunnen we dit gebruiken om het te verklaren. Daar gaat het over. Ja, ja, zeker. En dan is er ook nog een ander itempje. Dat vind ik ook heel bizar. Een robot die bestuurd wordt door een schimmel. Ja. En dat is natuurlijk ook heel interessant. Want kijk, normaal heb je dat met software en dergelijke. Maar dan heb je elektronica. Maar het zou mooi zijn als je dat zeg maar zou kunnen doen, de bekabeling en alles, met een schimmel. Want die kan je dus laten groeien. Je kan ze ook lang in leven houden. Men heeft het al geprobeerd met zenuwcellen en dergelijke. Maar schimmels die zijn veel steviger daarin. Want die hebben natuurlijk ook die zenuwdraden, maar dat is het mycelium. Ja. Het is eenvoudig om ze te voeden. Want wat heb je nou nodig? Een petrischaaltje met wat agar. Agar, dat is een soort zeewier waar de hele microbiotische industrie mee werkt om schimmels te kweken. Je kan dus een robot aansturen met een petrischaaltje en een of andere zwam. En het werkt. Dus als je dan inderdaad die infrastructuur van dat mycelium gebruikt, dan kan je dus inderdaad gewoon een robot aansturen met een minimale hoeveelheid elektronica. Ja, ja, want ik heb dus ooit te gek. Ja, over die mycelia en over die schimmels gehoord dat die kunnen soms kilometers groot groeien onder de grond en zo. Zeker. En er schijnt ook een soort intelligentie te hebben van waar ze heen moeten en met communicatie en zo. Dus een heel bijzonder, zeer bijzonder levensvorm. Ja, maar inderdaad, dat is ook zo. Maar inderdaad, het zijn ook best wel hele bijzondere organismen. En wist je trouwens dat als je dus naar het DNA kijkt, dat schimmels dichter bij dieren staan dan bij planten? Oké. Okay. Dat is echt zo. Alleen, ze zijn natuurlijk sessiel. Ze gaan ergens heen. Het groeit en dat is het. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar, ik heb bijvoorbeeld een prachtige opname van een schimmel die door het vormen van lusjes van zijn mycelium dus wormen weet te vangen en die te gebruiken voor, tenminste, en dan die dan ook op te vreten. Tenminste, dan heet het iets anders, maar om op te nemen in het systeem, met name de stikstof en zo. Dus en je hebt natuurlijk ook een samenwerkingsverband tussen een schimmel en planten. Dat is het mycorrhiza-systeem. Mm. Dat is een groep van schimmels die in symbiose zijn met ongeveer de helft van alle planten op aarde. En dat is een goede deal. Het is echt mutualiteit. Oftewel, ze hebben het allebei wel gedaan. Want de schimmel krijgt suikers van de plant en de plant krijgt weer mineralen en stikstof van de schimmel. De helft van de wereld heeft dat dus. Nou, daar sta je eigenlijk ook niet bij stil. Dus het zijn best wel hele interessante organismen. Zeker weten. Je kent natuurlijk wel paddenstoelen, maar dat is dan alleen maar het vruchtlichaam van een schimmel. Want die schimmel onder de grond is natuurlijk ongelooflijk veel groter dan die paddenstoel natuurlijk. Ja.
Nog even interessant artikel. Ja, nog even de groet aan Minja, want ze zegt ze zijn hier nu aan het zandstralen voor het raam, dus ik hoor niks meer. Dus hoi hoi, ciao ciao. Zeker. Hartstikke leuk. Minja, gaan we binnenkort wat meer van horen. Hey, ook van haar geleverd. Gens Biotech bedrijf maakt als eerste in België kaas zonder dat er een dier aan te pas komt. Ja, nou dat vind ik een nobel streven, want wat is kaas? Dat is eigenlijk maar één eiwit, dat is caseïne. En dat eiwit, dat maken zoogdieren van nature aan. En dat is eigenlijk de essentie van wat een kaas is. En daarbij komt er nog wat bij, het moet gefermenteerd zijn, je hebt gist nodig en weet ik het allemaal. Maar als je dat caseïne, zeg maar, kan nabouwen, dat molecuul, wat ze dus hebben gedaan, kan je daar in principe perfect kaas van maken. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet makkelijk, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten kaas. Dus de uitdaging ligt in de rijpingsprocessen om dus inderdaad exact camembert te maken of Gouda kaas of al die soorten. Ik heb het gezien op het nieuws. Was er een item van. En zij zeiden, wij kunnen alle kaas maken. Harde, zachte, noem maar op. We kunnen ze allemaal maken. En dan zei de journalist, want ze hadden een voorbeeld, mogen wij eens proeven? En dan zeiden ze nee. Dat kan ook niet. De medewerkers mogen proeven. En waarschijnlijk zal hij pas binnen een jaar of 3-4 op de markt komen. Ja, we hebben hele strenge voedselveiligheidssystemen. Dus je mag dat niet zomaar op de markt brengen. Dat moet eerst uitgebreid getest worden, eer je van de regering en met name dan de ethische commissies en de voedselveiligheidscommissies eer het goedgekeurd is. Want sommige dingen die op de markt komen en te vroeg kunnen vreselijke gevolgen hebben. Denk maar bijvoorbeeld aan een medicijn als Softanon. Of er zijn een paar van die vreselijke ongelukken gebeurd, waarbij dus bleek dat een bepaalde bijwerking vreselijk slecht uitpakte voor met name vrouwen die zwanger worden. Om maar een voorbeeld te geven. Dus alles wordt echt getest. Ja. En alleen de enige die vrijstelling hebben zijn mensen die dat onderzoek doen. Ja. Dat is het eigenlijk. Twee dingen. Maar inderdaad. Ja, dus caseïne. Caseïne is dat hoofdbestanddeel. En dat nu eiwit. Wil het toevallig zijn dat de hoofdproductontwikkeling van de Vegan Cowboys, Those Vegan Cowboys, dat is het firmaatje die ze aan het ontwikkeld heeft. Dat de hoofdproductontwikkeling is Annabelle Cassiman. Toont de caseïne. En dat is waarschijnlijk een familie van professor Cassiman. Van, die kennen wij nog wel van onze documentaires. Van de slijmziekte, mucoviscidose specialist was dat. Ja, het zou me verbazen. Die indrukwekkende glazen pot met dat DNA in zijn kantoortje, kan ik me nog herinneren. Ja. Dus, en dan hier staat inderdaad, proeven kan helaas nog niet. Daarvoor wachten ze op de goedkeuring van de Europese Voedselautoriteit. En dat kan nog een jaar of 4 op zich laten wachten. Maar ik zou er zeker aandelen van kopen van die firma. Want dat gaat wel lukken. En dan is het hek van de kaasdam natuurlijk. Nou ja, zeker. Je ziet nu al op de Nederlandse televisie is er een reclame voor margarine, geloof ik. Of een of ander koeproduct. Ik weet niet meer precies wat het was, maar ik weet wel dat ze adverteerden met ons product is te koop en wij slaan de koe gewoon over. Want die beesten hebben het al moeilijk zat, enzovoort, enzovoort. Maar margarine wordt nooit van koemelk gemaakt, hè, beste Mario? Dat is altijd maar het was ook niet margarine. Het was een product wat met name alleen koeien produceren. Slagroom of zo, melk. Of wat. Vlees. Melkproduct en vlees, ja. Dus dat is natuurlijk best wel interessant eigenlijk. Ja. En mest maken ze. Ja. Veel te veel naar het schijnt. Ja. Maar goed, dit is best wel een interessant artikeltje. En wat er dan nog verder eigenlijk best wel interessant is, dat daar heeft Minja is daar mee gegaan, is dat een 300 jaar geleden uitgestorven vogel er weer is. En dat is niet, die hebben ze niet teruggekloond, als je zou denken. Maar er waren alleen nog maar, we praten over de noordelijke kale ibis. Er waren er nog maar een paar in hier en daar in wat dierentuinen.
Zo heb je ook die foto's van de laatste van de Tasmaanse tijger, oftewel de buidelwolf. Daar is ook nog wat bewegend beeld van, maar die is natuurlijk ook uitgestorven. Maar er waren er nog een groepje en daar hebben ze mee kunnen fokken. En ze waren meer dan 300 jaar lang uitgestorven in Centraal-Europa. Met alleen een paar piepkleine populaties die in dierentuinen leefden. En dat hebben ze dus redelijk succesvol weten op te rekken. Alleen, die beesten, dat zijn trekvogels. En ze weten niet meer in welke richting ze moeten vliegen om de winter te ontvluchten. En nu zijn ze met een poging bezig, vind ik heel grappig. De vogels worden grootgebracht met een mens die ze leren kennen en die ook beschouwd wordt als hun vogelmoeder. En die probeert ze zeg maar aan het trekken te krijgen in zo'n brommetje met een paraglider. En je ziet ook een aardig grappig fotootje waarbij de moeder de trekvogel in haar brommetje allerlei van die kale ibissen aan het trainen is om naar het zuiden te vliegen. Ja. Dus ik vind dat best wel een heel grappig iets. En als het lukt, zou ik toch hartstikke leuk vinden. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan er gewoon voor. Terug van, ja. Ja, dus prima voor de biodiversiteit. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beestjes helpen. Vind alle ik beestjes ook. Helpen. Alle Doei. Beestjes hebben en alle beertjes ook. Ja. De praattafel brengt u gedichterbij. Ja, dat klopt. Het is dus de dag van de teddybeer. En ik heb even gesnort in mijn dichtbundels. En ik heb niet één, maar zelfs twee gedichten gevonden van de teddybeer. Eentje is van Annie M.G. Smit en het andere is van Toon Hermans. En ik vroeg aan mijn medewerkers hier welke gaan we doen. En ze zeiden allemaal unaniem, we gaan ze alle twee doen. Dus dan doen we ze alle twee. Ja. Ik zal dan, als het aan Toon Hermans zeggen, dat dit is een teddybeer van Toon Hermans, en we gaan gewoon door. En het wordt zoals steeds ongelooflijk mooi begeleid door Mario op zijn vleugel in Rotterdam. En we beginnen met Teddybeer van Annie M.G. Smit. Mijn beer heeft twee kapotte oren. Zijn vacht is oud en kaal. Maar als ik hem niet bij me had, dan werd ik echt heel naar. Mijn beer kan eigenlijk niet praten. Hij doet maar wat hij kan. Maar altijd als ik bij hem lig, dan voel ik mij een man. Wat dan raar is voor Annie M.G. Smit als ze zegt dat ze een man voelt als ze bij een teddybeer ligt. Maar oké, dan is het teddybeer van Toon Hermans. Je kunt niet zonder teddybeer. Dat is gewoon zo klaar als een klontje. Die teddybeer die hoort gewoon te zitten in dat ene hoekje. Hij luistert als je wat vertelt. Hij kijkt je aan, hij zwijgt. En als je 's nachts niet slapen kan, dan komt hij heel dichtbij. Je kunt niet zonder teddybeer, al ben je oud en grijs. Je teddybeer, dat is een vriend, voor het hele leven wijs. Na het volgende item voelt u zich beter. Hier is goed nieuws. Zeker. Elke week proberen we nu een klein toen beetje. Toen was het stil. Ja. Voor een superslimme uitvinding eigenlijk. Ik las het ook. Over inderdaad een superslimme uitvinding waarbij je op een hele slimme manier water kan besparen. Ja. En het gaat er dan om eigenlijk dat je zeg maar. Als je je kraan aanzet, duurt het wel enige tijd eer die echt op temperatuur is. Dat kan best wel lang duren. Mm-hmm. En er is dus nu een systeem. En het is een 14-jarige jongen uit ergens in Australië, New South Wales. Geweldig. Die heeft dus een waterbesparend apparaat ontwikkeld voor onder de douche, de Aqualoop. Dus hij pompt het koude water terug naar het warmwatersysteem totdat die temperatuur is bereikt. Dus het loopt niet weg. Nee, je gebruikt die
die minuut lang waar, dat je normaal zit te wachten op je warme water. En dat is best wel slim. Het, overigens bestond het ook al eerder. Maar hij is ook inderdaad in Australië heeft hij dat zelf ook een beetje weten te ontwikkelen. En dat dit slimme ontwerp volgens hem voorkomt de verspilling van meer dan 5 liter per douche. En dat kan oplopen tot 2628 liter per jaar voor een huishouden van 4 personen. En inderdaad, water wordt steeds schaarser. Het wordt steeds moeilijker om het schoon te krijgen. In verband met al die stofjes, PFAS en medicijnresten, noem het maar op. Dus dit is natuurlijk heel handig, want water zal alleen maar duurder gaan worden. En het draagt ook bij aan een duurzaam milieu. Dus ja, dit is prima. En hij heeft ook een staatskampioensprijs gekregen. Ja, zij, hè? Het is een meisje, dat maakt het helemaal sterk. Dat is alleen maar hulde, dus dat is een heel leuk iets. Dus bij deze... Af en toe het is een meisje, hè? Pas op. Films, en je hebt ze van die mensen die in hun bestelwagen wonen en bijna heel de wereld rondtrekken. En die hebben een gesloten systeem van douchewater... dat gezuiverd wordt met die blauwe lampjes, infrarood, of is het... Ultraviolet. En die hebben dan 20 liter water of zoiets, of 50 liter water voorraad. En dat recycleert zich, en dat is een gesloten circuit. En dat kunnen ze, dacht ik, 2 weken volhouden. Mm-hmm. En dan moeten ze het wel iets verversen. Ja, het kan. Maar ja, met ultraviolet licht dood je eigenlijk alles wat leeft. Dat is het. Maar de vervuiling zelf haal je natuurlijk niet echt uit. Maar het is, je bent dan wel veilig, denk ik. Dus dat zal het een beetje zijn. Ja, waarschijnlijk zullen die systemen ook wel... Zullen die ook wel van die natuurlijke wasproducten gebruiken. En geen shampoo met glitter in van K3 of zo. Dat helpt ook. Nee, inderdaad. Maar je hebt ook inderdaad van die rietjes die je kan gebruiken als je in een jungle zit. Je hebt geen water. En dat zijn ook van die filtersystemen. Osmose. Met koolstoffen, maar ook met diverse manieren. Een membraan die je eigenlijk alles tegenhoudt, behalve virussen. En die virussen worden dan weer gedood met weer een ander prutje. Ja. En zo kan je toch veilig drinken. Het is geen feest. Ik heb ze ook al eens gehad, maar het kan. Als je echt vastzit en je sterft van de dorst en het is alleen maar vuil water, dan kan je toch dingen binnenkrijgen. Dus dit zijn prima dingen eigenlijk. Nog even melden. Een thermos. Ik heb zelfs een thermos waar dat infraroodlichtjes in gebouwd zijn die de bacteriën... Ja, ultraviolet. Ja. Nog even melden dat de uitvinster toch een meisje is. Hè? Dat is toch ook een opsteker voor de vrouwelijke helft van de wereldbevolking. Het gaat hier om een 14 jaar oud meisje uit Australië. Rani. Ze zijn al aan het voorbereiden om er echt een business van te maken. Ze wordt gecoacht door EduTech Australia. Dat is zo'n een start-up incubator, zeg maar. En ze gaan het product nu een beetje refinen en upgraden enzovoort. En klaarmaken voor de wereldbevolking. Dus ze heeft al een substantiële wachtlijst gekregen. Want inderdaad, zeker in Nederland met zo'n gijzers die op zolder staan, dan kan het best wel even duren voordat het warm water bij je douchekop is. Hè? Zeker. Dus, zeker. Dat is helemaal prima. Maar ik dacht, Rani, dat moet een of andere spuuglelijke aboriginal zijn of zo. Nee. Het is een heel aardig leuk meisje. De foto die staat in het artikel. En zoals met alle artikelen zetten we de links dadelijk in de show notes. Die kan je terugkijken op onze website praattafel.be. Ja. Daar moet je vooral even gaan kijken. Dus dat is de aqualoop. Ja. En dan even bij het water blijven. Bosbranden, dat is tegenwoordig bijna iedere dag in het nieuws. Ergens wel een bosbrand in Amerika of Brazilië of waar dan ook. Dus nieuwe watergel beschermt gebouwen tegen bosbranden. Door de klimaatopwarming. Ik heb het artikel gelezen. Ja, meer en grotere bosbranden. En de Universiteit van Stanford heeft nu een milieuvriendelijke hydrogel ontwikkeld die op huizen en belangrijke infrastructuur gespoten kan worden om te voorkomen dat het vuur gaat vatten, zeg maar. Jij hebt het gelezen, Mario? Ja, dus het is eigenlijk een polymeer, een hydrogel.
Denk aan de plofkip. Dus als je, die wordt vaak volgespoten met water. Maar dat komt eruit als je gaat bakken. Maar normaal loopt het eruit, maar dat blijft erin. En dat is ook eigenlijk hetzelfde. Dat doen ze met eiwitten die polymeren vormen. Oftewel lange draden van moleculen. En die vangen als het ware zeg maar die H2O-moleculen, wat water is, die vangen dat, die houden dat vast. Mm-hmm. En het mooie van dit is eigenlijk dat het echt blijft zitten. Dus het water wat in die gel zit, verdampt niet, behalve bij 100 graden of zo. Dus dat is heel bijzonder. Dat noemen ze kristalwater. Dus dat is eigenlijk fantastisch. En vuur is warmer dan 100 graden, dus dan komt die water vrij. Dus dat is dan de eerste laag. En het bevat verder ook silicadeeltjes. Denk maar aan glas en zand. En dat is silicium. En silicium is dus inderdaad eigenlijk heel brandbestendig. Ik bedoel, Ik heb nog nooit een zandstrand in brand zien staan. Dat gaat niet lukken. Nee. Dus die plakkerige hydrogel gaat dus over, dankzij die silicium, in schuim. Wauw. En dat biedt echt ook bestand tegen... Dat is een soort peurschuim, alleen wel een peurschuim van silicium. Nou ja, dat brandt dus ook niet. Hmm. Dus dat is eigenlijk helemaal te gek. Dus dan kan je dus die aerogel, dat is eigenlijk het ei van Columbus. Dus ik verwacht ook wel dat dit, als ze het kunnen opschalen, als het te doen is financieel, dan ga je dat natuurlijk overal zien. Ja. Ja, dus dan gaan ze dat overal doen. Ja. Hey. Heel veelbelovend is dit. En ja. Dan tot slot nog even het Klemke van Emke. En ik weet niet of jij daarmee geconfronteerd bent, maar in het Haga ziekenhuis in Den Haag gaat speciale klemmen op infuuspalen monteren. Dus wat is er aan de hand als je in het ziekenhuis aan een infuus ligt en je beweegt dus te veel, dan gaat er een of ander alarm kennelijk af bij de verplegers? Ja, ik ken dat heel goed. Het is ook een van de oorzaken dat ik heel slecht geslapen heb. Want ik heb natuurlijk een niertransplantatie gehad. En overal komen slangen uit. En die paal met die zakken. En daaronderop had ik ook nog een urinecontainer. Daar ging dus ook een slang bij mij naar binnen. Je kan wel voorstellen hoe dat is. En als je per ongeluk op zo'n slangetje ligt, dan gaat het ding piepen. Maar oh, hij gaat ook piepen als een van die zakken met infuusvloeistof bijna leeg is. Gaat hij ook piepen. Mm-hmm. En gaat ook piepen als je hem vergeet op te laden. Dus wat je kan er overdag mee lopen. Maar dan moet je dus wel die stekker erin houden. Want anders raakt hij... En hij heeft ook standaardstoringen. Dus het is eigenlijk een heel vervelend ding wat dat betreft. Met veel gepiep en gedoe. En inderdaad, als je dus inderdaad die fouten... die foutenmarge kan verkleinen door een paar klemmetjes, dat die dus niet gelijk getriggerd wordt als die maar een beetje geschokt is, dat zou heel veel schelen. Okay. Dus het is een goede ontwikkeling. Ja. Ja. Dus ik herinner mij nog in het ziekenhuis, ik had toen zo van al die plakkers op mijn borst, met metertjes en... Oh ja, ECG, ja. Ja, ja. Maar ik ben nogal een beetje een gorilla van een persoon. En die pakketjes die lossen. Breed, groot, heel lief, knuffelbaar, maar ook een beetje behaard. Borsthaar. Oh, oké. Okay. Dus ook niet groot, niet veel. Dus niet Robin Williams, gedrag, maar... Ja. En dan lossen die plakkertjes. En ik lag rustig te lezen in mijn bed in het ziekenhuis toen. En ineens komt er zo'n heel ploeg binnengelopen met een heel kerntoestanden. En die keken mij aan en dacht, oh nee, we dachten echt dat je aan het sterven was. Die plakkertjes waren gelost. Dus ja, de hele crashteam kwam ineens binnengelopen. Ah, oké. Okay. Ja. Mm. Ja. En dan hebben ze superglue gebruikt of zoiets, denk ik. Dan zitten die dingen nog steeds, dat laat littekens achter. Ja, dat er nog steeds meer rond. Ja. Ja. Hey, dan nog tot slot één korte. Dat is toch wel fijn om te horen dat daar wel een hele snelle ontwikkeling in zit. Volvo Trucks in Gent, die hadden al een elektrische vrachtwagen die ongeveer 300 kilometer bereik had. Maar nu komen ze binnenkort eentje met die 600 kilometer kan doen op een leiding. Zo. En dat is een doorbraak voor de transportsector.
Dus binnenkort dan geen rong vrachtwagen, maar zo'n zoemend elektrische. Zo'n camion die rondrijdt met één bak wortelen omdat de batterij te groot is. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zat ik ook aan te denken. Nee. Het neemt wel ruimte in beslag, ja. Nou ja, nee, maar het is gewoon een trekker met oplegger enzovoort. En krijgen, want die batterijen, die ontwikkeling van die dingen, dat gaat razendsnel. Gaat door. En die worden kleiner en krachtiger. En dan komen de zoutbatterijen en weet ik veel wat allemaal komen er op de markt. Het probleem is nog altijd het opladen, hè? Ja, nou ja. We zijn er nog altijd niet, hè? Als die echt rijdt op de autostraat en die moet opladen en die moet in de rij gaan staan bij al die andere elektrische wagens, dan zie ik het er niet zo goed uit momenteel. Zo'n vrachtwagen rijdt natuurlijk van bedrijf naar bedrijf en ieder en bedrijf heeft dan zijn eigen laadsysteem. Ja. Dus voor dit soort dingen, voor trucks en zo, zal dat geen probleem zijn. Mits natuurlijk de route niet langer verder is dan die 600 kilometer. Nee, maar tegenwoordig, die vrachtwagens die rijden volgens een fleet management systeem. En elke kilometer is van tevoren helemaal uitgeplant en waar ze moeten zijn. Dat is, vroeger werd je gewoon op pad gestuurd met een stapel vrachtbrieven en zie maar dat is tegenwoordig helemaal anders. Die vrijheid van de grote weg en zo, dat is helemaal verdwenen. Je bent allemaal... Heb je die YouTube gezien van die zelfrijdende taxis in Californië? Die rijden 's nachts, als die bijna op zijn, die rijden gewoon naar hun stelplaatsen. Ja. En dan laai je die terug op. Ja, ook bij stofzuiger ook. Ja, en er is ook een filmpje, en dat is 's ochtends als die allemaal opstarten. Dat duurt minstens 2 uur voordat die allemaal weg zijn. Want dan rijdt er één en achteruit en dan stopt de rest. En dan stopt die ook. En dan denkt die, oei, er staat iets in de weg. En die anderen denken dat ook. En dat duurt toch een tijd voordat ze doorhebben dat het eigenlijk die wagen is die in de weg staat. Ja, dat was er. Iemand die daar zo over zo'n parking woont en die heeft dat gefilmd een uur lang. Er was nog zo'n filmpje van ook zo'n stelplaats waar ze inderdaad 's avonds terugkomen, maar dan moeten ze allemaal parkeren, maar ze hebben zo'n ingebouwde veiligheid dat als ze te dichtbij komen, dan toeteren ze. En er is zo'n filmpje van een kwartier lang met zo'n 30, 40 van die dingen die allemaal zo voorzichtig en dan toeteren en dan toetert de handen terug en dan gaat iets achteruit en zo. En het is zeg maar zoals een Turkse bruiloft. Ja, zoiets. Maar dan elke nacht enzovoort. Dus dat zijn kinderziektes. Ja. Maar in Amerika, er zijn heel veel filmpjes van die mensen die in zo'n taxi stappen zonder chauffeur. En dat ding rijdt gewoon en haalt in en wacht voor de voetgangers en zo. En dat gaat heel ver daar allemaal al. Dus, er is ook zo'n filmpje van zo'n koppel dat in zo'n taxi zit. En die rijden rond en plots komt de presidentkolonie met zijn auto's eraan. En die wagen staat, die taxi staat in de weg en die politie zit maar te roepen, achteruit, achteruit. En dat koppel roept terug, ja, maar wij rijden niet, wij zijn niet aan het rijden. En die politie, achteruit. Ja. Dat is ook een probleem. Okay. Ja, dat is een probleem. Ja. Hey, en ook een probleem is dat we weer door onze tijd heen zijn, jongen. Hoe snel kan 2 uur in je leven gaan, hè? Als je het maar zoveel naar je zin hebt als ik met jullie twee. Hè? Jongens, het hoogtepunt van mijn week. Ongelooflijk. Ja, we kijken vooruit deze week. En nu eerst dan Mario, wat zijn jouw plannen? Deze week, dan moet ik even heel snel de agenda erbij pakken. Even kijken. Morgen is D-Day. Eindelijk kan ik weer gaan sporten. Dus dan zijn dan is alles genoeg geheeld. In mijn, met name mijn buikspieren, dat ik weer kan sporten. Dus ik ga morgen gelijk hardlopen. Probeer althans, want dat zal niets meer. Maar dan gaan we gewoon weer opbouwen. Zachtlopen. Ben je trouwens naar de optreden van Eddie C. geweest in Rotterdam? Nee. Vorige week? Niet geraakt? Nee, had wel gewild. Maar nogmaals, ik heb best wel een drukke agenda met heel veel dingen die er staan. Dus het is een beetje passen en meten over het algemeen. Mm-hmm. Maar en dan aan het einde van de week ga ik natuurlijk met naar Amsterdam met Istval. Dat gaat heel leuk worden natuurlijk. Ja. En verder heb ik eigenlijk weinig. Behalve dan biodag natuurlijk, de donderdag. Dat is altijd ook altijd wel weer leuk. Ja. Oké. En Chris, inmiddels op zijn billy, op zijn fiets?
Ja, ja, ik ben terug mobiel. En dat, ja. Dat merk ik wel. Gisteren ben ik mijn Too Good To Go gaan halen aan Berchem Station. Want degene waar ik normaal ga, die was uitverkocht. Dus ik naar daar en ik heb lekker eten gekregen. En veel. En dat is dus goed. Maar ik heb ook pita-vlees en gyrosvlees. Dus ik moet pita-broodjes gaan halen zo meteen. Ik heb niet direct plannen. Ik moet voor de school nog een oefening doen in literair schrijven. En dat is voor morgen. En ik ben dan terug bezig met muziek ook. Zo die dingen eigenlijk. Voor de rest niet echt direct iets gepland, dacht ik. All right. Oké. Ja. En hoe bevalt dat, die fiets trouwens? Dat zou wel helemaal te gek zijn. Dat is goed. Het is gewoon een beetje wennen. Ik zet hem nu... De motor gaat tot 4 en de vitesse tot 3. En eerst had ik hem de motor op 4 en dan begeleidt hij mooi. Hè? Maar soms vind ik het dan ook te snel gaan voor in de stad. En dan nu zit ik hem op 3 en dan moet ik iets harder trappen. Maar dat is ook wel goed voor mezelf. Dus, zeker weten. Ik heb nog mijn batterij nog niet moeten oplaaien. Dus die gaat ook redelijk lang mee. Dus ça va. Ik heb 2 sloten en ik leg hem op slot. En binnenkort komt er nog een alarm aan van China. Hopelijk werkt dat. Als ze eraan komen, dat het alarm afgaat. Zo. Er plakken ook plakkers op dat hij GPS getrakt is, maar dat zijn alleen de plakkers. Maar ja, dat moet je dus niet vertellen op de radio. Ja, dat heb ik beter niet gezegd, ja. Maar ik heb ook een elektrische fiets en wat ook wel helpt is een vouwslot. Dat is een slot dat bestaat uit stroken metaal die met met scharniertjes aan elkaar vastzitten. En het voordeel daarvan is... In de stad, en dat is daar aan Permeke, en dat is ook een beetje waar dat de drugsverslaafden hun methadon krijgen en zo. En ik heb daar een drugsverslaafde zo'n slot op 30 seconden zien openwringen met een almin. Nou, dat is dan toch een ander slot, want wat ik heb, dat wordt gegarandeerd, dat kan je alleen maar open slijpen. En het is 12 punts staal, dus dat betekent dat je een vonkenspoor trekt van 3 meter... en dat je daar zeker een kwartier mee bezig bent. Mm-hmm. Waarschijnlijk dus zal dat een slot geweest zijn van Temu. Ook zo, uit China dan. Dat denk ik, maar je kan echt goede vouwsloten kopen... waardoor je dat toch wel veiliger is. Het kost wel wat, maar dan heb je wel een veilig systeem. En je hebt het grote probleem... af en toe in statistie moet hem echt vastleggen aan iets stevigs... Ja, nou. Want soms rijden er ook bestelwagens rond die je gewoon van achter in de bak gooien. Ja, zeker. Daar gebruik ik dat ding ook voor, want die kan ik dan om iets heen vouwen. Ja. Want als je uitgevouwen hebt, is die denk ik 1,20 meter of zo. En je had er ook soms is er niks aan, om aan vast te hangen. Dat vind ik wel een probleem. Dat is waar. Je had er ook een aanhanger bij, dacht ik. Ja, ik heb hem nog niet gebruikt. Oké. Ik heb hem nog niet nodig gehad, maar dat zal een van de dagen wel gebruiken. Een trolley. Okay. Het is wel handig, dat bakje van voor, je kan veel laaien. Maar het rijdt ook, als hem zwaar geladen is, iets onhandiger. Okay. Want je moet sturen. Ja. En vooral als ik hem dan binnen in de gang wil zitten, met een volle bakje is het toch wel even sleuren. Het neemt ook veel ruimte in enzovoort. Maar goed, we zijn er doorheen, lieve mensen. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Je kan ons terugvinden op Facebook, op Spotify vooral. Maar ook op YouTube Music en ook op Amazon Music zijn we nu beschikbaar. Dus overal waar podcasts zijn, maar werkelijk ook overal. Volgende week dus een enigszins literaire, geëngageerde aflevering met Han Zinzen, de hoofdredacteur van Apache.be. Die komt hij is heel bezig met allerlei ethisch-ecologische enzovoort dingen. En zo gaan het allemaal horen. Oké. En als je meer wilt weten over waar we het hadden, ga je naar praattafel.be, waar dadelijk de show notes gepubliceerd worden. En alles waar we het over hadden, vind je links op terug. Als je ons leuk vond... Ja, en niet vergeten, is van de Ig Nobel volgende week. Hè? Ja, zeker. Kijk, als je live wil kijken, is dat heel grappig. We zullen de link ook op de site zetten. Ja. En dan op 12 september is de live uitreiking.
En je gaat er alles over horen in Praattafel 199. En we gaan langzaam naar aflevering 200 toe. En daar gaan we iets speciaals van maken. Maar hoe en wat laten we je binnenkort weten. Dus hou ons in de gaten. Ja. En luister live naar praatradio.net. Waar je heel de week nog kan luisteren naar deze uitzending. Maar ook naar allerlei andere zaken die buitengewoon boeiend zijn. Namens mij een hele fijne week in gezondheid en voorspoed. En in alle gevallen hopen we je weer terug te zien aanstaande maandag om 12 uur op praatradio.net en anders in de podcasts. Bedankt allemaal voor het luisteren. Insgelijks. En tot de volgende allemaal. Yes, groet allen. Ja, doei. Was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.